Hallo, hallo. Hallo. Kijk, zijn we weer. Um, welkom allemaal. Talkshow 183. Het formaat is nog steeds onveranderd. Het is wel een bloedhete dag vandaag. Dus ik hoop dat het uh, snel weer wat uh, uh, cooler wordt. Want hier op Zolder is het uh, be behoorlijk, uh, behoorlijk heftig. Maar ik hoop dat het met jullie allemaal lekker gaat. Ik presenteer jullie de cast van deze week met Melania, Appy Taxi, Lady Taito, Jillike Nessiru, Gary Miller, Da Vinci Style Games en Espe. Um, welkom allen. En uh, zoals iedere week, uh, hoe was de week? Hebben jullie nog iets uh, bijzonders beleefd? Ik heb 18 kilometer gewandeld in deze hete zon. Uh... Je bent gek. Sorry, nee, maar oh, wat? <laughs> Pretty much. Uh, oh. ik, had, ik, ik had dat beloofd te doen aan iemand. Uh, die organiseerde een barbecue, dus het moest echt gisteren gebeuren. Uh, en ik ging van bij mij thuis naar hem thuis wandelen. Ik heb dat gestreamd, onderweg, vijf uur onderweg geweest. En ja, ik ben... Uh, ik ben kapot, hè. Je had het ingesmeerd. Ja, ik, ik had het me ingesmeerd voordat ik vertrok. En dan begonnen mensen te zeggen, je moet dat wel om de zoveel tijd doen. En ik ja. had geen zonnecrème mee. Dus ik ben echt zo onderweg naar een winkeltje binnengegaan om zonnecrème te kopen. En dan was mijn water op. En dan ben ik een winkeltje binnengegaan om bier te kopen. Uh... Oh ja, dat doe ik ook altijd. Als mijn water op is, dan koop ik bier. Ja. Nou, Gary doet dat sowieso. Ik heb, ik heb letterlijk hier bier en water, jongens. Letterlijk. Verrassend, man. Juis, je more. verwacht het niet. Ik heb gisteren ook al veel gelopen. Ik was in Toverland, ging een after movie maken. En uh, was voor een fansite. Dus elk jaar is dan een, uh, ja, een event, zeg maar. maar. Met een groot <kwijnt> zwaar statief filter op je schouder. En dan 17.000 stapjes zetten op een dag. Dat voel je ook wel. Maar het was wel heel tof. En je komt wel op plaatsen waar je normaal niet komt in zo'n park. Het was, uh, was leuk. Leuke ervaring weer. Uh, ik, ik, ik weet wat je voelt, Espen. Ja, lekker lopen. Maar al zon, pijn aan de voeten. Uh. Ja, 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 Ik had gehoopt op blaren, maar ik zag niks. Ja, nee. oh, wanneer, uh, wanneer is de hittegolf gedaan ongeveer? Dinsdag. Maar een paar dagen Dinsdag, Dinsdag, ja. ja. Dan, om te ja okay. Donderdag. Donderdag slapen. Donderdag komen ze airco installeren hier. Oh, oh. <laughs> Dan ben je in ieder geval klaar voor de volgende. Dat is weer goed geregeld. Oh. <laughs> misschien die lampjes eerst uitzetten, dat is ook wel wat cooler misschien. Ja, die, die frigo oh, ja. helpt ook niet, hè? <laughs> oh ja. En twee pc's en... Ja, oké. Okay. <laughs> de rest nog wat bijzonders beleefd? Nou, ik ja, ben voor de eerste kan... keer gaan boulderen. Oh, sorry. Nee, ga maar, ga maar, ga maar, ga maar. Ja. Ik ben voor de eerste keer gaan boulderen. Ik vind het wel grappig, omdat ik. Uh, altijd dacht dat dat echt een saaie sport was. En ik dacht echt, wat is daar nu aan? Dus ik heb dat heel vaak op mijn stream zo'n beetje uh, geroast. En uh, er was een gratis les en mijn broer zei van, ga er nu mee. En ik was nu toch een beetje lonely. Dus ik dacht, oké, okay, goed, ik ga mee. Ik vond het kei tof. <laughs> ik vond het echt super leuk. Dus uh, dat is een nieuwe skill dat ik uh, heb uh, ja, geleerd vandaag. <laughs> dus nu heb je aangemeld. Wat is boderen? Dat is zo klimmen. Van, van, van klimmen. Van... Oh! Zo, okay, maar dan okay. zonder, zonder dat touw en zo gewoon. Ja, zonder dat touw. Oh, gaaf. Ja. Ja, ja, ik heb wel dus zo'n als pakkeer. je valt. Ja, <laughs> ja, ja, dus, mat, ja maar dat is best wel eng als je Ik vind dat toch best wel eng. Ik heb echt wel een paar momenten zo gehad van oei, ik mag echt wel niet fout vallen, maar everything is still hold. Met je toch een dikke in mat eronder wel? Of, 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 ja, ja dat wel, maar toch. Ja, het is alleen maar dat, nou, dat je valt, valt. Je val breekt. Hè. Het is niet dat het niet pijn doet. Of zo. Nee, dat is zo. Ja. Ja doet je niet na in ieder geval. <laughs> het eerste steentje kom ik bij waarschijnlijk, maar meer, meer doen we niet. Meer. <laughs> ja. Maar het valt wel mee. Nee, ik heb, ik heb, de, ik ook heb ook verschillende dat... niveaus, dus dat is nog wel tof. hebt je de tweede alles... hand niet vrij, oh, dat je een pintje vast hebt? Van ja, <laughs> overal dan dit gebruik ik niet, jongens. <laughs> <laughs> maar is het, je hebt dan toch gaat het per kleur of zo? Dat je dan zegt van ik ga nu de rode ja. dingen pakken of zo. Ja, ja, dus je hebt zo verschillende niveaus en de enige regel is je startpunt en je mag dus enkel je kleur gebruiken om naar boven te gaan. Um, en ja, ik heb denk ik de eerste drie niveaus gedaan en dat ging eigenlijk wel keigoed, dus ik was echt wel... Ik was wel trots op mezelf, of zo, dat ik dat kon. Ik dacht dat ik dat helemaal niet zou kunnen. Maar dus, uh, als iemand uh, nog een hobby zoekt, uh, kan wel ook zo typisch, hè? Dat is ook oh. heel typisch. Oh. Wat een kutsport. Kijk! <laughs> ja, ik heb dat dan in mijn Discord gepost en ik was al direct geout. Maar je hebt zo vaak op stream gezegd dat dat een sport voor losers is. <laughs> is zo. Loser. Ja, sorry. Dat is een point. Ja. Nee. De rest, uh... jij mag gaan man. Erko de auto en uh, ja niks bijzonders man saaie week ja maar wel lekker als je gewoon in de airco zit dat scheelt dan hele hoop ja, ja maar ja, ik zei het net ook al ik zeg alleen het enige nadeel is dat je te, dat in en uitstappen toch dan krijg je je gaat van standje Siberië ga je naar standje Zambal dus het is wel echt een verschil dus ik begin nu wel een beetje last te krijgen van mijn keel ja ja, nee, ik snap het. Het is niet, okay. goed, uh, niet goed voor de gezondheid. En uh, de, nog andere belevenissen deze week? Ik Reken. heb, uh, ik heb uh, lekker gegraven in de tuin. Want we gaan de tuin uh, aanpakken eindelijk. Oh, dus, toch is uh, het nog de schat of zo? Het zand uh, moest eruit en het nieuwe zand moest erin. Dus dat was heerlijk met uh, 30 graden op je kop. Maar het was, uh, te, doen. Het was te doen. Vroeg beginnen en dan uh, op tijd stoppen. Je hoeft de hond niet mee dan met graven? Ja, ja zeker wel. Ja, ja, ik, stond, ik stond erachter met mijn kruiwagen. Je hoort al de werk doen. Klagen, ja. Maar dan wel lachen. Hey, maar verder hoeven ze nooit wat te betalen, die beestjes. Dus ze uh, mogen ons kan werk voor ja. dat eten. Zakgeld moet hij verdienen. Ja. Dus ja, dat was mijn week. En jij dan? Hoe was jouw week? Ik? Um, ja, ik was weer aan het werk. Ik uh, moest gewoon weer... Uh... Radio maken en alle andere dingen doen en zo. Dus het was wel weer even omschakelen. Als je dan een paar weken vrij bent geweest, dan is dat het weer even dat je denkt: oh jezus, uh, daar, daar gaan we weer. Ik um, zal eens zeggen wat je niet gedaan hebt is geantwoord op mijn DM, Daniel. Oh. Nou, ik moet ook zeggen, ik heb echt bijna niet op de computer gezeten ook, uh, vanwege het okay. feit dat ik uh, uh, ik had al bijna hashtag drama over heel mijn scherm gezet. van dat die het nu het en stopt het. Uh, nee. Oh, nou, Trouwens, Ik zie dat ik wel geantwoord had. maar ik had niet op ent, uh, enter gedrukt. Dus bij deze hier heb je een antwoord. Oh, <laughs> dat is de hitte. Uh, ja, dat nee. Echt, en ik, ik, heb, ik, ben, ik moet ook zeggen dat ik gewoon echt. Uh, ik was echt bijna niet achter de computer gaan zitten. Ik ben gewoon beneden gaan zitten. Oh ja, en ik heb een boek gelezen voor, het, uh, voor de verandering. Want ik was in de vakantie eigenlijk niet heel veel aan het lezen toegekomen. Want ik was toch druk met de baby en zo. Uh, maar ik had wel een boek wat ik heel graag wilde lezen. Dus dat heb ik deze week uh, gedaan. Uh. Welk boek? Het boek heet The Wager. En um, het gaat over een, uh, over een uh, expeditie van de Engelsen per schip in uh, 1740. En die gaan dan met schepen gaan ze proberen de Spanjaarden te pakken. Maar uh, uiteindelijk uh, stranden ze ergens op een onbewoond eiland. En dan loopt het helemaal uit de hand. Um, geen en cool en het is, he? geen, uh, het is geen, uh, geen fictie. Het is gewoon een waar gebeurd verhaal. En het is een soort. Onderzoeksjournalist, historicus die daarin is gedoken. En uh, ja, wel, um, wel goed boek. En toen uh, had ik het uitgelezen en toen ging ik er nog een beetje over opzoeken. En toen blijkt dat uh, Martin Scorsese uh, is het nu aan het verfilmen. En ik geloof dat, um, hoe heet hij ook weer uh, van de Titanic, uh, gaat de hoofdrol spelen. Leonardo. Leonardo, Leonardo, Leonardo ja. Leonardo DiCaprio. Leo. Of Kate Winslet. Ja. Nee, uh, Leo bedoelde ik. Dus uh, nou ja, dat, The Wager. Goed boek. Um, <kwijnt> maar en um, uh, Gary, jij nog wat beleefd? Uh, eens even kijken, ja, ik ben volgens mij afgelopen donderdag ben ik in Amsterdam geweest met Husky Sambuka en Ich Vee en Meertie. Ik wilde eigenlijk zelf een IRL stream doen, want ik heb een IRL backpack gehuurd. Maar uh, die moest even weg. Dus uh, toen heeft de Husky uh, gestreamd. En uh, ja, toen hebben we even op het terras gezeten. En toen wilden we dus, uh, tegenwoordig doen. Uh, vooral Husky Sambuka, Die doen zeg maar dan gaan ze ergens zitten waar er een QR-code is. En dan gooi je die QR-code in de chat. En dan kunnen maar iets bestellen en meteen betalen. Ik heb dat ook één keer gedaan. Ging helemaal mis. Shotjes en zo. Dat moet je niet aan de bierdrinker geven. Maar we gingen dat doen bij Cocos Outback. En blijkbaar zat er iemand in de chat van Husky Sambuka die die hele systeem ging... Zo'n DDOS-attack. DD attack d dos hoe noem je dat? ja. dos Dus daar zijn we uiteindelijk... Weggestuurd en er zijn geen streamers meer welkom vanwege QR-code. Want heel orderly, zo heet dat systeem in Amsterdam, was gecrashed. Dus moest de hele Oei. database opnieuw. Jeetje. Gewoon door één. 1... Het maar ja, het, het, het werkt ook niet. Want we hebben het ook wel eens in Utrecht gedaan bij Ledig Erf en dan kon je gratis, zeg maar, service aanvragen. Dus ja, dan klikt iedereen op service en dat is gratis en dan blijven die bonnetjes komen. En ja, het, het was een leuk idee, maar ik denk niet echt dat dat uh, meer gaat werken. Maar voor de rest was dat wel, uh, ja, was gezellig. Redento kwam nog langs. En, uh, ja, het is jammer dat ja, als... die systemen niet echt waterdicht zijn. Hè. Je zou eigenlijk willen dat gewoon, dat je dus alleen iets kan bestellen als je ook gelijk betaalt. En uh... Ja, en dat het gewoon niet vatbaar is voor allerlei gekke, gekkigheid. Maar ja, vaak is het toch zo lekker als een mandje, die dingen. Ja, mensen gaan toch trollen, je, je weet dat. En je moet ook soms wel voorzichtig zijn. Want ik zit ook wel eens ergens uh, in Utrecht en daar hebben ze ook een QR-code. Maar daar hoef je niet meteen te betalen. Dus dan moet je echt voorzichtig zijn dat die QR-code niet in beeld is. Want dan kan zo iemand me allemaal shit bestellen. En dan komt het. En ja, er is niet voor betaald. Dus het is ook wel een beetje tricky. Maar, uh, maar was voor de rest. Uh, ja, was. Uh, Gezellig dagje en uh, ja, wat ik voor de rest nog gedaan gewerkt vandaag in de airco. Was toen leuk, nu niet. Want nu ga ik helemaal kapot, omdat ik de hele dag in de airco heb gezeten. Maar uh, ja, dat eigenlijk. Taito, jij uh, nog? Uh... De week overleeft. Laten we het daarop houden. Oh ja, was zo zwaar? Ja? Ik heb het helemaal niet op de warmte, echt. Voor mij kan het... ...min 10 zijn of min 20... Da ...daar heb ik geen probleem mee. Maar zodra het 25 plus is... ...vind ik het echt gewoon... ...alles is gewoon dan kut. <laughs> ja, sorry. Maar ooit nooit op vakantie ook dan? Of? Uh, of nee, nee. Ja, nee. Maar in het buitenland is het minder ja. heftig of zo. Het is gewoon... De, ...iemand zei ja. ook... De, uh, ...ik las een quote deze week... ...dat iemand zei... ...ja, in Nederland is het gewoon... ...of kut weer... ...of het is meteen zo bloedheet... ...dat het niet meer lekker is. Het is nooit gewoon even 22 graden... ...en gewoon dat je denkt... oh nou, chill. Ja. ja. Ja, het is Isle. altijd gewoon te zot of te bot. Ja. <laughs> ja, maar ja, het, het wordt na dinsdag weer koeler en de herfst komt eraan, dus ik ben gewoon weer, ik ben weer happy. Dinter. Maar nu is het gewoon even bagger. Ja. ja. En jij, Melania? <laughs> um, niet zoveel. Ik ben gisteren wel even hoi, uh, gaan zeggen bij de Mcon Esports uh, Barbecue, die uh, hadden uh, een uh, get together. Dus, Het uh, even hallo gezegd en uh, lekker gegeten. Twee keer naar de film geweest, gewoon even een goed weekend. Ja. Te, niks doen. In de bioscoop eigenlijk. hebben ze wel airco, dat scheelt. Dat was wel echt lekker. Als je met dit warmte... Met dit warmte? Lekker genederland stapje. <laughs> Als je met deze warmte uh, gewoon gekoeld wil zitten, moet je Avatar in 4D gaan kijken. Oh, altijd goed. Ja, ja dan, de heb merk, je, de dan heb je die film. Hij film ook heel veel water. Ja, maar je moet dan naar een goede film gaan. Ja, dat is zo. Klopt. <laughs> For nooit uh, Forex die gedaan, gespoot. nooit meer. Want? Ja, ja dat, dat blijkbaar... heel, heel geschut en gedinges. Ja, laat maar. <laughs> oh, leuk. <laughs> Gewoon is lekker beweging? kijken. Nee. nee. <laughs> ja, ik heb toen ooit een keer zo'n uh, zo film gedaan in. Um, wat was het? Uh, hoe heet het ook weer? Dat pretpark in, uh, in L.A. Um, Weet je wel, de, de Universal Studios. En daar hadden ze zo'n soort Simpsons experience. En dan zat je ook in zo'n karretje. En dan ging het zeg maar alle kanten op. En zo. Nou, ja, ik ben echt nog nooit zo misselijk geweest als, uh, <laughs> als daarin. Dat was echt vreselijk. Want ik vind van is... Boela al heftig in de Efteling. Ja, ik vind gewoon zodra zeg maar de, de, je, weet je, wel, je ogen niet meer gecoördineerd zijn met de fysieke positie van je lichaam. Dan wordt het bij mij snel. Uh, Weet je wat, wat daarachter zit? Blijkbaar denkt jouw lichaam dan dus dat jij vergiftigd bent. Omdat jouw ogen beweging registreren. Maar jouw lichaam voelt dat je eigenlijk. een soort van stil zit of zo. En dan denkt jouw lichaam dat je dus vergiftigd bent. En gaat hij jezelf misselijk maken. Dat is er blijkbaar helemaal achter. Ik was, ben ik laatst achter gekomen. Oh. Oh, zo echt? interessant. Ja. Met VR-gaming dan? Misschien? Ja, 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 ja. Oh, wow. Oké. Okay. Hmm. Dus dat is een heel raar iets wat dan een disconnect is of zo. En dan denkt je lichaam van: oh ja, nee, we zijn. We dit gaan gaan moet doonten. eruit. Ja, we gaan kotsen. <laughs> Oké. Okay. Let's go. ja. Goed. Goed. Um, welkom allemaal. Uh, laten we erin er duiken. Uh, is weer van alles gebeurd deze week. Um, dit hebben jullie hoogstwaarschijnlijk wel voorbij zien komen. Want ik heb er echt zoveel mensen over gehoord. Het was ook echt het gesprek bij de koffieautomaat. Uh, bij, bij zo'n beetje ieder bedrijf. En dat was dat uh, vliegtuig. wat een noodlanding heeft moeten maken. vanwege uh, een passagier <laughs> okay. met extreme diarree. Oh, ja. Hebben oh ja. jullie dat meegekregen? Ja. 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 Uit mijn hoofd was het Delta Airlines, geloof ik. Um, maar dat weet ik niet 100% oh. zeker. En uh, uiteindelijk, de eerste dag was alleen het nieuwsberichter. En toen dacht iedereen nog, het uh, zat er wel meevallen. En de tweede dag kwamen ook de filmpjes uh, tevoorschijn. Ja, echt het hele <laughs> Die gangpad Die zat onder gezien de gezien. schijn. Ik heb ook oh, het filmpje oh, niet gezien. Nee. Oh, dat moet ik zien. En hier maar de hebben stoelen het toch? Nee. Oh. Ja, nou wat je vooral ja. zag was, je zag een soort shot door dat door gangpad heen. En daar lag overal wel, wel uh, uh, weet je ook keukenpapier en zo. Maar één, één plek zag je echt nog gewoon zo'n hele, ja, kijken. een meter nee. scheid. gewoon. Het was echt... Uh, ik wil nog allemaal chippies kunnen eten. Oh, oh. <laughs> oh my god, het lag echt overal. <laughs> oh, wat addend. Ik ga ook wel even kijken. Oh, Hier zijn niet Barkie, man. Dat uh, was niet best. God, ja. Maar dat is toch ook niet goed? Stuur hem even, stuur maar even. Oké, okay, wacht. <laughs> ik, uh, <laughs> ik word dan. Uh, is een... Ben jij aansprakelijk, hè? Er is een Vlaams gezegde. Uh, ik heb het hier oh, uh, heb het my my voor jullie. Ik denk niet dat ik het op Twitch mag laten zien. Want volgens mij is er een soort nee. regel tegen poep of zo. Maar hier in de chat uh, heb, je, heb je een filmpje van de Diarrhea Plane. En ja, je ziet dus inderdaad dat het personeel heeft wel hun best gedaan om het een beetje te bedekken. Maar. Het, nee. is, uh, ja, het nee. is echt heftig. Oh, bij het... ja, Airlines jongen. Waar heb je dan gegeten, vraag me af? Taco Doe Bell. Wat? Ja, ja, Taco Bell. <laughs> Echter, ik dacht, Een ja. parasiet of zo, dat kan ook wel. Shit, dat kan ook ja, wel, echt, wel gegeven, zo. Ik heb zo echt heel vieze dingen op salmonella gezien, bijvoorbeeld. Dat is echt bizar. En dat is ook super gevaarlijk, als je zoveel vocht verliest. Ja. Ja. ja, dat is heftig, ja. Daar kunnen je, kun je echt snel vanuit mogen. Dus misschien ja. beter voor die man dat ze toch wat sneller zijn geland. Of, ik weet niet hoe lang de vlucht was, maar het is best wel heftig. Nou, volgens mij gaf hij wel aan van... Yo, dit gaat echt fout. We moeten terug. Nou, niet, en... ik weet niet of het die guy was, maar het was gewoon de piloot. Die, uh, die, die is ook een, uh, uh, er is ook een, een, een radiobericht van de piloot met, uh, met de toren, zeg maar. Ik probeer even te kijken of ik dat kan vinden. Ja. Uh, <laughs> en dan hoor je die piloot dus uh, zeggen uh, van joh, hey, um, we moeten terugkeren want het is ook de boel. Ja, het is <laughs> the echt fout. The van. <laughs> the yeah. shit literally hit the fan. <laughs> oh man. man. <laughs> Wat goed. Nou, ja, die van hem maar. <laughs> oh shit, oh. wat een stik. Ja, 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 ik wou zeggen, je kunt je die lucht oh. voorstellen, joh. Jezus. Nee. Oh, geen raampje open doen, zeg maar. Dat wordt nee, heel lastig. nee, nee. Oh, ja, van, oh, we zitten echt opgesloten, gewoon. Oh, gesied, derry. Wow. Die luchtkussens eruit, zo, iedereen. Iedereen had zuurstoffer. Ja, ja. Oh, die basketjes, ja. Hammer <laughs> oh, L. That. Jackson die daar zo los uitbreekt. I'm tired of the goddamn shit on this <laughs> motherfucking plane. <laughs> Uh. Shout-out naar Samuel L. Jackson, bro. <laughs> <laughs> Geweldig. Uh, ja, maar oh, nee. uiteindelijk was het wel... Uh, ja, was het wel dus uh, terecht... ...dat ze toch maar... Uh, ja, dat ze toch maar teruggekeerd zijn. Ik vraag me dus alleen af hoe dat dan gegaan is. Zeg maar, was die... Uh, uh, volgens mij is hier trouwens de ATC-call. Uh, volgens mij heb ik hem gevonden. Uh, maar... Uh, dat hij het gewoon echt niet op kon houden... ...en dat het al in het gangpad zeg maar, dat het al begon uh, los te gaan. Even, kijken, even luisteren. A, a biohazard issue. I you know, we've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta. Negative. It's just a, a biohazard issue. I you know, we've had biohazard, a passenger had diarrhea all the way through the airplane, so They want to come back to Atlanta. Ja, het is een ja, biohazard issue, diarrhea all through the airplane. We want to come back to Atlanta. En dat hebben ze dus ook uiteindelijk gedaan. Nee, maar ze moesten anders nog, ik geloof, nog iets van zes uur vliegen of zo. Ja, en nee. de passagiers die erin zaten, zeiden ook allemaal van ja, nee, het was echt volkomen terecht. We hadden echt niet nog langer in dit. Uh, nee. ik, dat ik ik. las een tweet van iemand die zei: ja, ze hadden de wel desinfecterend middel gebruikt. Uh, maar dat rook naar vanille. Uh, en uiteindelijk oh. had je alleen maar het idee dat je zeg maar vanille scheidt De hele. Vlucht lang. Oh. Die, die hele vlucht Uur, gaat nooit neen neen meer al. iets eten met vanille, bro. Is het klaar. Ja, ja, ja echt. Heftig, dit joh. Ja. 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 Maar dat is ook echt wel super zielig voor die, perso Allee, voor ja, die persoon. Ja, ja. Dat is kei -errig. Ja, ik kan me dat niet voorstellen ja. ja, ik hij, nou hij, hij weet nou oh, wel wat drie pepertjes opschamen. bij een Indisch gerecht betekent. Ja. <laughs> nou. <laughs> We kennen allemaal wel die mensen die lactose intolerant zijn... maar geen nee kunnen zeggen tegen ijskremen. Dus... <laughs> ja. um, iets anders. Er is um, heel veel opheffen deze week over... Uh, de, en toevallig is dit mooi relevant voor zowel uh, België als Nederland. Uh, zowel Vlaanderen als Nederland. Want dit is een programma wat in beide landen wordt uitgezonden. Het gaat over Temptation Island. En um, er is uh, gedoe, want er was eerst één stel... en die hebben gezegd, nou luister, wij... Uh, uh, zijn emotioneel beschadigd door alles wat we hebben meegemaakt en door wat er is uitgezonden. Allee, alleen nu hebben dus 14 oud deelnemers, waaronder ook een aantal uit Vlaanderen, hebben zich verenigd onder een uh, advocaat en die willen nu dus uh, de producent van het programma gaan aanpakken um, vanwege het feit dat ze dus uh, ja psychologische emotionele schade hebben overgehouden aan hun uh, deelname aan het uh, programma. Hmm. Ja. Ja, ja. Iedereen die ooit heeft gewerkt aan de Reality TV weet dat daar enorme manipulatie aan ja, te pas komt. Maar echt enorme manipulatie. Zowel als ter plaatse bij het opname, opnemen als bij de montage. Maar je zei het dan ook wel dat Kieken dan meedoet met Temptation Island. He. Alleen er is fouten aan beide kanten gebeurd, lijkt mij dan wel. Ja, je bedoelt je had het eigenlijk wel een beetje kunnen verwachten. Het is een soort van: uh, Ja. Ik ja. doe mee op Temptation Island. Waar, ergens in uw brein dacht je van. Dit wordt een hele leuke, oprechte relatietest. Waar we de sterker gaan uitkomen. Nooit! En het is seizoen 702! Dat... Nee, het wordt het wordt Het wordt een trend. Iedereen doet mee, iedereen weet wat er gaande is. En als iemand op een gegeven moment het voor elkaar krijgt om geld eruit te trekken, dan gaat iedereen. Nou, het schijnt, die advocaat zegt nu wel van ja. Ik heb met al die veertien mensen gesproken en niemand begon over geld. Ze wilden gewoon toch dat het uh, aan het licht kwam. Ja, hou op. op. Ja, nee, denk op, op, het, het wel. Man. Ja, denk het wel. Uiteindelijk dan gaan, ze er, dan gaan ze nu alleen zodat het aan het licht komt. En zometeen is het van over oh, kunnen er misschien nog ook nog extra uithalen. Niet iedereen, maar er zullen er een paar tussen zitten die niet meer bekend zijn, die wel hebben meegedaan en die denken van ja, ik wil het toch nog even een beetje. Geld uittrekken. Maar worden zij niet betaald om ook mee te doen? Ja, ja. ja waarschijnlijk niet genoeg. Nee, ja. Als Wij... jij niet bekend bent en je bent gewoon een onbekende deelnemer, dan krijg je iets van. Um, nou, dan krijg je een paar honderd euro per uitzending of per opnamedag. Meestal mm. is het per uitzending, want dan uh, staat er ook in dat contract dat als het uiteindelijk niet wordt uitgezonden, dan krijg je ook geen geld. Mm. Dus. Uh, mm. Ja. En ja, dan wordt er bij de vrijgezel ook vaak gezegd: als je iemand kan verleiden, dan krijg je een. Een bonusje. Dus dan hebben ze nog een keer een, een goede reden om er echt extra hard achter te zitten. Ja, dat, maar zijn dat het voornamelijk de stellen of de, of de verleiders die je nu.? Uh, de stellen voornamelijk. Oh, oké. Okay. Ja, omdat ze toch. Um... Dat van die neukbonus trouwens, ik weet niet of dat nog steeds is, maar dat was vroeger wel inderdaad. Ik weet niet of dat nog steeds is. Maar uh, nee, de stellen zeggen onder andere dat er dus gemanipuleerd werd. Dus bijvoorbeeld, het ene verhaal was dat uh, die uh, vent die sliep dan in zijn eentje. En dan hadden ze zo'n verleider naar binnen gestuurd met een ontbijtje. Alleen dan hadden ze gewoon een heel klein deel, en dat was gewoon door de productie, was die verleider naar binnen gestuurd. Alleen dan op het moment dat zij heel verleidelijk zo dat ontbijt op dat bed zet. Dat stukje hadden ze dan aan zijn vriendin laten zien op het andere eiland. En er dan niet bij gezegd van: joh, dit is allemaal. Weet je al, dit is allemaal vooropgezet. En dan net zeg maar. terwijl zij soort van op hem afleunt. dan stopt natuurlijk het beeld. En dan. Weet je al, dat Maar dat is toch ook het programma. de hele tijd. Tuurlijk, het is een guilty pleasure, natuurlijk, wat ik ook kijk. Maar het is toch ook. net zoals bijvoorbeeld nu dat Kai en Monika het eerste wat hun ook zeggen wees alert dat het uh, een beeld is wat een fragment is en niet het hele volledige beeld is. En noem maar op. Dus je weet toch ja. dat dit soort momenten gebeuren als je meedoet aan Temptation Island. Kijk, tuurlijk het is niet allemaal waarschijnlijk even zuiver misschien, maar het is natuurlijk ook wel zo, je weet dat het gebeurt. Het is seizoen, weet ik veel hoeveel, het is niet het eerste seizoen wat er natuurlijk is. Dus al die stellen hebben ook altijd Temptation Island toch een keer gekeken, dus het lijkt me dat je dan toch weet dat dat gebeurt. Ja, maar dan zitten, er een, dan zitten er een aantal tussen die begrijpen het wel, maar die snappen het niet. Uh, precies. <laughs> <laughs> ja. Ik heb ja. echt nog nooit gezien Temptation Island trouwens, nog heel nooit. Nou eerlijk Heerlijk om te kijken. Ja. Ik, ik heb heel helemaal coffee. niks. Meer. En een ander verwijt van de stellen was dat er uh, Niets uh, te drinken was zonder alcohol. Dus dat zelfs in de orange bij het ontbijt al vodka uh, zat. Want ja, oh, wow. al die mixdrankjes die ze zelf maken zitten natuurlijk dan alcohol in. De mixdrankjes die ze dan zelf maken. Maar, ja, is nee, maar dat door. kan toch niet. Of in Amerikaanse toch wel series. Ja drinken. Ik... Ik volg zo, ik, Ali, ik volg zo een, um, een vrouw op YouTube, en die is zo nu superrijk. En die is zo'n heel affluence-elegance journey, maar die heeft dus vroeger ook meegedaan met zo'n reality uh, serie en nu vertelt hij zo haar verhaal van hoe dat ze trashy was en dus nu niet meer trashy is. En die heeft dat toen ook wel gezegd, dat, um, dat alcohol en drugs readily available waren en zelfs werd aangemoedigd door de productie om zoveel mogelijk te drinken, om natuurlijk zoveel mogelijk drama-momenten, omtrende momenten, ja, om momenten ding, te kunnen vastleggen op. Uh, op camera, dus ik, ik geloof dat eigenlijk wel dat er heel veel alcohol en, en hmm. ja, misschien zelfs ook drugs gewoon readily available waren en zelfs aangemoedigd werden, dat geloof ik echt wel. Ja, sensatie hè? dat is uh, dat ja. maakt het uh, programma sterk en uh, kan er weer wat geklipt worden. Die Zorg er ook in, uh... gewoon voor dat je dingen gaat doen en zeggen die je misschien in een nuchtere status niet gedaan zou hebben. Hè? Ja. Maar waar kan ik me aanmelden? <laughs> <laughs> ja, nee, dus dit is wel kon... inderdaad dit gaat wel echt zo toch, te zijn. Ja, gelijk toch? Ja, ja. ja, uiteraard, sowieso. Ik zei jullie bekend met uh, dat andere programma, Expeditie Robinson, ja, ja, maar... waar ze op een Nederland en... worden ja, gespeeld. Ja, er is zo'n celebrity-expeditie Robinson, waar we van Nederland en België de celebrities in gestoken hadden. En daar is er een absurd verhaal van: toen ik nog bij tv werkte, ging dat zo even rond natuurlijk, waar dat er iemand van de cameramannen ontslagen is geweest omdat hij uh, in de ruil voor een Snickers een blowjob oh, had ja. gekregen van een van de contestants. <laughs> ja, dat heb ik ook uh, een keer gehoord, ja. Wat een baas. <laughs> uh, dat verhaal ja, ken okay. ik nog niet, maar ik ken wel een geluidsman die, die een aantal seizoenen dat gedaan heeft. En die vertelde wel dat, ze dus, um, dat die, 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 die crew komt dan s ochtends op dat eiland aan. En die, uh, die hebben hun uh, lunch en zo wel echt achter slot en grendel ja. zitten. Omdat anders die kandidaten dat echt uh, uh, ja, gewoon stelen en zo. Ze zeggen ook, okay, ben je bent jezelf niet als je honger hebt, toch? Ja. <laughs> jij mijn snikkers? Nou, dan heb ik nog wel een snikkel voor jou. zo. een latse het zaken. Make May contain nuts. Uh. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou ja, we gaan zien wat er wat uitkomt met, uh, met die rechtszaak. Um, voorlopig uh, gaat dit vast nog hartstikke lang duren. Over uh, rechtszaak gesproken ja. trouwens... Um, de Belgische ACID stond um, deze week voor het eerst uh, officieel voor de rechter... in de zaak tegen uh, de Reuzegommers, uh, Want hij heeft natuurlijk een video gemaakt. Ik bedoel, die, die um, Reuzengommers Studentenvereniging... En die hebben uh, tijdens een ontgroening is er iemand om het leven gekomen omdat ze die eigenlijk zwaar mishandeld hebben. Uh, en die gasten zijn er allemaal met een uh, kleine boete en een taakstraf zijn ze ervan afgekomen. En uh, veel mensen in, uh, in België zijn er boos over. En Aceet, die had zoiets van, ja, fuck die gasten. En die heeft ze soort van geëxposed in een video. En die heeft ze bij naam en toenaam genoemd. En gewoon gezegd, joh, dit is deze gozer. Zijn vader heeft daar een restaurant. En dit is deze gozer. Uh, en nu wordt hij natuurlijk aangeklaagd door die gasten. Um, en riskeert hij uh, twee jaar cel en 136.000 euro uh, boete. Want hij heeft uh, natuurlijk deze week de maximale eis te horen gekregen. Ik vind dat wel Ja, afgevormen. dat is uh, vreselijk. Want die, dat is un unwinnable voor ACID. Die gaan hopelijk niet de volledige straf krijgen. Het hangt een beetje vanaf hoe hard de rechtergast zijn. Want ACID is natuurlijk een beetje you hate it or you love him kind of guy. Er is geen grijze zone. Um, zelfs. 14 Nieuws stak zo'n enorme onnodige stank op hun stem. als ze het over hem hadden. Maar echt vreselijk onnodig. De, de, ze starten het nieuwsitem met. Uh, ACT zei van ja, ik heb eigenlijk nog nooit de binnenkant van de rechtbank gezien. En dan kut dan naar de studio. Ja, nu dus wel. Wow, gasten. Ja, dat klopt. We, ja, ik doe heb... eens kalm. Wow. Zo ja, um, so yeah. het is, heeft een letterlijke, wettelijke fout begaan. Dus dat is. Niet te winnen, die zaak. Het hangt er nu gewoon vanaf. van hoe verdraagzaam is. de rechter voor deze fout. Uh, ik, ik hoop voor het beste, maar ik vrees voor het ergste. Maar. Um, nou, ik heb meerdere vragen hier ook. Ten eerste, waarom. Uh, is de Vlaamse media zo ontzettend anti acid Is het gewoon omdat, die, omdat hij. een beetje ook. Uh, ja, een beetje bad boy is en. Uh... Waarom haat je ja, hem Ja, deels. Uh, ik denk dat een ace-it werkt instantly op de zenuwen van ieder volwassen wegens zijn taal en zijn de, ma allee, de manier waarop dat hem spreekt en over wat dat hem spreekt. Want dat komt allemaal zo over als een, uh, allee, een losgeslagen tienerke die veel te veel invloed heeft gekregen. Dat gaat de standaardinstelling zijn van ieder volwassen. En dat, dat, dat is iets, de jongeren zijn daar helemaal zot van. en De volwassenen hebben zoiets van... Maar wat voor een eikel is dat eigenlijk? En, en ik, heb, ik had nog van het weekend een trouwfeest en heel veel van familie gezien, en die hadden allemaal zo dezelfde vraag van: 'Dit is een nice it. wat een neikel, wat heeft hij nu gedaan? Allee, echt, zo, mijn kinderen kijken daarnaar. Wat fuck, waar praat hij over? En zo, Maar, maar, maar vraag dat aan mij. Kijkt mee naar die video's ja. Allee, ja dat is, ja. Dat, het, het, is een hele rare sfeer dat rond in een mens hangt, omdat hem ook heel graag tegen schenen schopt, vooral van de media. Hij, Dank, is, is, Annette, ik, ja. Zeg, ja. Sorry, ik het me Sorry, niet kutten. sorry. Ik klaar, juist nog één ding zeggen, en dan moet je het Hij zet zich heel graag in de kant van wij, hij en zijn community, tegen de media. Nee. Zo van, ah, ze willen ons kapotmaken, en, en, en ah, het is weer, wij gaan bewijzen dat wij beter zijn, en dit en dat, en dat, dat roept gewoon zijn community op tegen de media. De media heeft zoiets van, eh, gast... Euh, Aan de als andere zoiets... kant vind ik het wel jammer dat de media zich daardoor laat beïnvloeden. want de media gehoopt ja, altijd dat dat toch iets van objectiviteit kan weergeven, en het feit dat ze inderdaad hè, dat soort cuts maken in hun, um, in hun rapportage over eigenlijk een proces dat voor meer staat dan enkel ACIT die een beetje belachelijk doet. Hè. Het, is, het is wel een groot stuk. Um, door ACID, maar ook gewoon door heel het proces van dat, ja, dat het onderwerp eh, klasse en dat soort dingen, wat opengetrokken wordt. En ik vind het jammer dat er dan wordt ingezoomd op ah, eh, uh, ACID contra de media, terwijl eigenlijk de discussie zoveel groter is dan enkel dat stukje. Um, en dat vind ik wel jammer, want ik denk helemaal niet dat datgene is waar we daarvan kunnen leren of daarvan weg moeten nemen. Maar klopt. Uh, want wat ik me ook afvraag, hè, ik bedoel, er was natuurlijk sowieso al uh, 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 ophef over die hele zaak en over wat, wat die gasten oorspronkelijk hebben gekregen. Stel nou dat hij uiteindelijk een hogere straf zou krijgen dan uh, die Reuzengrommers, dan staat het land toch ook op z'n kop, denk ik. Dat is, toch bizar, nee, is dat bizar? Ik, 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 ik denk, het is een beetje wat is bezichten. Like, het kan zijn dat hij dat, dat is echt een reële kans dat hij een grotere straf gaat krijgen of een zwaardere boete. Um, en dan heeft hij misschien verloren in court, maar in public opinion if, is hij een dan op dat moment. Hè, dan, dan heeft hij gewoon gewonnen en dat, dat, dat bewijst gewoon nog voor een groot stuk het probleem. Hè. Ik, vind, ik, vind, ik moet wel eerlijk toegeven, ik snap waarom dat, dat zij een rechtszaak zijn aangespannen, maar langs de andere kant, om zo'n grote straf te eisen, dat bewijst voor mij enkel en alleen maar hoe delusioneel dat ze zijn. Ik bedoel, je hebt een leven van iemand ontnomen bij een doop. Je hebt je bewijsmateriaal verstopt. Je hebt het verzwegen. Je hebt erover gelogen. Je hebt letterlijk iemand, een, allez, een persoon getortured. En dan heb je nog het lef om te zeggen: Ik wil 136.000 euro schadevergoeding. Dat is voor mij gewoon toondef. Weet je, als je echt zoiets hebt van: Ik wil gewoon mijn recht. Of ik wil, dat is last en eer of ik wil gewoon winnen. Super so one euro of Zo, weet je, echt, doe je do, do, do hele dingen daarover. Krijg je gelijk. Maar waarom moet dat zoveel geld zijn? Ja, ik vind gewoon, ik vind dat echt toondef. Ik kan er niet, ander, niet anders, alleen iets anders over zeggen. Had u niet ook namen genoemd van mensen die er niks mee te maken hadden of zoiets? Ja, klopt. niks mee te maken hadden, ja, zijn ze de mensen. Ik maar, maar. Ja, ik weet ja, het niet hoor. Maar. Ja, het, is, het, het ding is, van er waren inderdaad een paar van de reuzegommers niet per se aanwezig bij de doop, maar ze zaten wel in die WhatsApp-groep waar er afgesproken wordt van jij moet dat laten verdwijnen, jij moet dat zwijgen, hij moet dat... En die nee, deden nee, daar in, dat mede, zit mede, gewoon... Medeplichtig dus gewoon. Of medeplichtig. medeplichtig. Ja. Ja. Die waren heel vroeg ja. al vrijgesproken uit heel het gedoe, maar ja, hij zit van dat ook niet kunnen. Uh, ja. Duidelijk, ja, dat wist ik niet zeker. Check. Nou ja, goed, je bent, toch, je bent inderdaad medeplichtig toch? Want als jij weet van dat het fout gaat, van we moeten dit doen of we moeten dat doen, je leest het allemaal, dan kan je het toch aan de grote bel hangen als een van, yo, grote bel, klok. Ik... Hangt er, dat, ja, dat hangt er ook vanaf. Als je zo'n WhatsApp-groep hebt waar veel van je vrienden in zitten, en als jij dan naar de, de politie stapt en de helft van je vrienden rattle uit, ook al hebben ze iets vreselijks gedaan, you don't want to be that guy. Ja, maar dat, is, dat, is, is dat is een, het is, dat is, een groep gesprekken. Ja, Als dan... gaat... het gaat over lichamen lichamenverbergingen uh, in de koffer en zo, dan zou ik toch ook wel, denk ik, allez, hoop ik toch... Uh, de persoon zijn die zegt, jongens, waar zijn jullie mee bezig, wat is er gebeurd, uh, laten we dit op een normale manier oplossen, en niet zoiets hebben van, ja, ik wil geen klikspaan zijn, hoor. Allee, denk, er ja, zijn bepaalde het bepaalde is, bepaalde is niet zozeer van een klikspaan, dat zijn dingen. mensen dat je wel al jaren met je leven mee omgaat. Hè. Ja, oké, okay, maar als ze iemand gaan, gaan vermoorden in hun koffer, in hun, hun auto... Ik zeg niet dat vermen, ze juist ik zijn, ik zeg dat het gewoon niet gemakkelijk is om die kerel te zijn. Dat is het dat ik even wil. Ja, dat is niet makkelijk, maar... dat, dat, vraagt, dat, vraagt, dat vraagt een beetje. Nee, ja, ja, dat vind ik makkelijk. Op dat moment, kies je... Uit, op dat, op dat moment niet. kies je om niet die guy te zijn, maar dan kies je wel om een van hun te zijn. Als een... Ja, absoluut. Ja. Je kan ook zeggen van, dit is geen goed plan, toch? Dat kan je dan toch ook zeggen, lijkt me. Ja, of iets? Ja, Gewoon, maar ik ben, ik ikzelf ben zo'n, een, een, uh, hoe noem ze dat? Iemand die confrontatie ontwijkt. En dan zou ik eerder gewoon zo'n leave WhatsApp-groep doen en dan zo van, you know, guys, fuck off. Uh, dus ja... Niet opzoeken, zeg maar. Ja, dan zoek ja, ik het zelf uit. Ik kan, kan ja. me niet voorstellen... Allee, ik kan me niet voorstellen hoe dat, dat, allee, hoe dat die avond of die nee. nacht geweest moet zijn. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Ja. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ik vind dat nee, echt... Dus, het, ja. Gewoon het gedoe getuigd van extreme domme kloten zijn in alle vlakken en no, 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 een 0,0 res, recept respect <laughs> uh, maar gewoon ja het feit dat dat verhaal daarbij komt dat dan allemaal van die visa papa zijn en allemaal van die rijke luiskindjes en die daar dan zo goedkoop van afgeraakt zijn dat heeft heel veel mensen die niet in die rijke klasse zitten fucking kwaad gemaakt en ja, die gaan heel snel de kant de van AC nou? pakken en ik vraag me echt oprecht af: als dat twaalf Marokkaantjes geweest waren. die er zo een, op een of ander feestje. Of, als ze de, de doodstraf hergevoerd hebben, op dat punt, waarschijnlijk. Je weet hoe racistisch dat België kan zijn. Dat is toch, toch erg? Is. Eu, allee, dat kansen, is toch echt, ik vind dat echt oprecht erg. Ja. Ik, denk, ik, allee, ik zeg niet dat ze voor de rest van hun leven in de gevangenis moeten zitten. en dat ze geen leven meer kunnen hebben. dat ze geen berouw kunnen tonen. Dat kan allemaal. Weet je, ik kan me ook echt wel voorstellen dat dat iets fout is gelopen, en ze zijn gepanikeerd en ze hebben in paniek gehandeld. Dat kan allemaal, hè. Nou, ik, ja, ik was er niet bij, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar ik vind het wel erg dat daar zo'n discrepantie op zit en dat al die namen dan niet worden genoemd. Terwijl, uh, ja, als, als er dan iemand iets steelt of zo, dan staat er al in de kranten: uh, El Kadouri M. van Noord-Afrikaanse afkomst uh, heeft een overval gepleegd. En dan weet iedereen ook over wie dat gaat. Alle ja... Uh, ik vind dat soms wel een beetje lastig. Maar ja, ik ben natuurlijk wel biased. Daar wil ik al eerlijk over zijn. Ja. Ja, maar ja, dat ja. is toch uiteindelijk. Is dat denk ik um, in, uh, in veel Europese landen zo hoor. Ik denk dat het in Nederland ook. Um, dat, dat mensen ook sneller met, met shit wegkomen. Um, als ze, zeg maar, uit een goed milieu komen. Um, ja, en dat zag je ook. We hebben laatst. We hebben natuurlijk. In Nederland hebben we ook een soort van zoiets gehad. Met die uh, groep gasten. En die hebben in. Um, ik weet even niet meer welk vakantieland dat was. Ik geloof Mallorca nee. of zo. Dat Majorca ze iemand Majorca hebben doodgeschopt. Ja, Mallorca hebben ze iemand doodgeschopt. Um, en dat waren ook. Weet je wel. En die deden volgens bij de rechter ook in één keer. alsof ze heel. Uh, um, alsof ze de onschuld zelf waren. Ja, het is toch. Um, het is toch naar dat. Uh, dat um, ja, dat. Uh, er uh, zit een ja. enorm verschil tussen iemand schoppen. en iemand doodschoppen. Je doet dat niet zomaar per ongeluk. Daar zit. Zoveel intent achter dat je dat niet kunt kwijt praten door te zeggen Van ah oh, ja, het was een, een emotie van de vlucht of whatever the fuck. Ja, dus, ja. ja. Ze, hebben, ze hebben toevallig met een, met een ex-baas van in de horeca waar ik nog gewerkt heb, doodgeschopt teruggevonden van de week. Hoe is oh, ja. Raar Goeie. iets om mee te maken. Ik kende die man, die is oh, acht dan. jaar ouder dan mij, had een restaurant en is door een. ...vermoeden van ex-werknemer in elkaar geschopt geweest... ...verdood oh, ja. achtergelaten en... No. ...raar. Heftig, hoor. No. Waar gaan we naartoe, mensen? Waar gaan we naartoe? Ja, oké. Okay. Naar de hel? Ja. <laughs> Gezamenlijk. Ja, okay. nee. Ik bestuur die bus wel. Um... <laughs> ja, ik denk ook gewoon dat heel veel mensen dingen in groep... ...soms wel doen die ze alleen bijvoorbeeld nooit zouden doen of zo. Ik denk ook wel dat groepsdruk daar soms ook een heel grote rol in speelt. Ja, dat, is waar dat heel die, dat onderzoek ronddraaide na de Tweede Wereldoorlog, hè, toen ze een straf zochten voor alle nazi's en degene die gevochten hebben voor Duitsland, van hoe ver kan je gaan als een orde wordt gegeven van bovenaf en zo. En, dat heeft een naam dat onderzoek en daar heb ik me dat totaal vergeten, maar ze, ja. Maar bedoelt in je dat oh, en, ik weet welke, welk onderzoek jij bedoelt. je bedoelt die? Zijn die gevangenen? Bedoelt Ja, dat experiment met die elektrische stoel. Ja. Yes. Dat ja, 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 je kunt dat... soms in rare omstandigheden de meest onmenselijke dingen doen. Um, dat was natuurlijk meer van het, de order komt van bovenaf. Maar je hebt natuurlijk ook het hele psychologische gegeven van in groep zijn mannen fucking monkeys. Uh. Ja, ja de, de, inderdaad, het Stanford Prison Experiment was dat en... Uh... En nou, om even terug te pakken op wat je zegt. De, de, de nazi's die, die, die verschuilden zich natuurlijk heel erg achter uh, de, de gevleugelde uitspraak: beveel is beveel. Uh, weet je wel? Van, ja, uh, dat hebben we hebben ABW niet gewust, ja. dat was het We wisten ja. er niks van. Nee, ja. Hoor. ja, ja, ja. Nou, maar uh, nog even terug naar E-zit, Want uh, januari gaat geloof ik, uh, gaat die zaak verder. Want uh, ja, nou ja, het is natuurlijk uh, justitie, het duurt allemaal lang. Um, en dan. Um, dus wat jullie een beetje denken is, joh, uh, hij kan misschien wel veroordeeld worden. maar in de publieke opinie. Uh, komt hij hier sowieso niet slechter uit? Nee, er gaat niks voor hem veranderen. Dat is hetzelfde bij ieder drama met een YouTuber. of een, een Twitch-streamer. Je, je gaat altijd een kant aan die hem blijft volgen... en altijd een kant aan die blijft tegen hem zitten. Dat gaat hier niet veranderen. Um, misschien gaat hem hier inderdaad wat meer mensen winnen. omdat hem moreel gezien precies aan de juiste kant staat. Uh, maar. Ja, wat, hoe oud of jong is ACID als je die nu echt een celstraf geeft? Uh, ja. Die gaat terugbouncen, obviously, maar ja kom zeg, dat gaat er toch niet van mogen komen. Nee, nee ik denk zelf dat hij er niet juist niet ook niet beter uit gaat komen, niet. omdat hij nu nee. een hogere straf gaat krijgen, waarschijnlijk, dan die andere gasten. En die gaan ja. dan denken: van, yo man, what the fuck, hoezo krijgt hij een hogere straf, terwijl zij dus. Alles ja, dan moet je rechter dus nu bes beseffen. Hè. En, ja. Ja. het moet wel in ik, proportie we zijn, erop. vind ik. Um, ja, je mag natuurlijk niet uh, ja, de familie van uh, blootleggen waar ze werken, et cetera. Dus eh, dat is natuurlijk best wel heftig. Want hun gaan waarschijnlijk stenen door de muur... Uh, door de uh, ramen dat krijgen en wat dan ook. Um, maar ja, dat geeft natuurlijk niet uh, weg dat je. Ja, een beetje bloot kan leggen, vind ik wel uh, toepasselijk, aangezien ze helemaal geen namen noemen. Maar ja, ik weet natuurlijk niet het hele verhaal, want uh, ik ben niet up-to-date. Dit is het eerste keer dat ik het hoor. Maar ja, zomaar even smaat uh, ja, gooien naar alle families uh, die erin betrokken waren, de jongens of jaren. Geen iemand, idee. Heeft er, heeft er iemand zin? Om een... Sorry. Nessie. Wij praten gewoon altijd op hetzelfde moment. <laughs> Dat is de Belgen moment om te praten. We zijn met tweeën, ja, het gaat niet meer. Het gaat niet meer. <laughs> teg maar, teg maar. Ik geef het woord aan jou is. <laughs> oh, ja. Uh, ik wou gewoon de mop maken van: wil er iemand een video maken over die guy in dat vliegtuig? Wie dat exact was die uh, die aarde heeft. Ah. Ah, well. Zelfde Is fout, wel? hè? Zelfde fout. Well, <laughs> nee, maar ik, de ik, denk ook, ik denk ook voor een stuk: dit waren allemaal wel mensen die best um, iets van aanzien of best wel bekend zijn in Antwerpen. Dus als je die namen ja, weergeeft in de media of zo, dan weet iedereen over wie dat, dat gaat, weten? He, dus een van bijvoorbeeld de persoon met dat restaurant of zo, dat is echt wel een heel bekend restaurant in Antwerpen. Ik ben er gisteren nog voorbij gelopen. En je kijkt daar echt anders naar als je dat weet. Ik zag al die mensen daar zitten en like, ik weet dat dat slecht is, but I silently judged, right? Maar eigenlijk heb, heeft die familie daar niks van mee te maken. Hè? Die familie is ook een slachtoffer. Hè? Maar ik denk dat het daar ook wel een groot stuk mee te maken heeft dat die aan een ja, anonimiteit of zo er gekomen is. Ik weet het niet. Want het zijn niet zomaar nobodies, Het zijn wel echt, ja, mensen die daar echt wel onder gaan lijden als, als dat gekend is dat, ja, dat zij er iets mee te maken hadden of dat hij hun zoon of hun neef of ik weet niet wat is. Dus ik denk dat daar, dat daar de issue ook voor een groot stuk lag. Maar dat is speculatie, dat weet ik niet zeker. Ze waren toch ook niet zelf in de rechtszaal, dacht ik? Nee, ze zijn niet Bij komen opdagen. Nee, ze hebben zich laten, laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ja. ja. Wie had dat verwacht? Ja. <laughs> Een van, van hun werkt nu ook bij de UZ Gent. Hè. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. Wat is als, dat? Uh, als lesgever. Dus uh, in de Universiteit Gent. Een um, van de reuzengommers, ik weet niet meer exact wie het, uh, wie het is. Dus ik weet het niet. Uh, maar die werkt dus nu als docent. Um, en hun, ja, ze hebben daar een heel um, statement en zo rond gemaakt. En daar is ook heel veel protest gekomen van de studenten. Um, ik denk dat ze zelfs ergens in een van de zalen of zo graffiti gespoten hadden. Of aan een van de muren. Ik weet het niet meer exact. Uh, maar ja, dat, dat creëert je natuurlijk wel eens heel moeilijk. Als je niks van reïntegratie of zo hebt gehad. Dan gaan mensen nu ook niet zo gemakkelijk terug accepteren in de maatschappij. Hè? Ja, dus dat is wel. En... Moeilijk. Hij zit nu in UZ gent Hij moet gedoopt worden. <laughs> van, hij, 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 hij moet gedoopt worden, denk ik. Ik uh... <laughs> <laughs> hoop dat we leren van onze fouten. En niet opnieuw fouten <laughs> <laughs> ja, oké, okay, fair enough. Ja, het is raar dat dat dan, dat dat dan gebeurt. Want het is toch de eerste keer van hoor. Dat, allez, dat staat sowieso. Het is misschien niet publiek gekend wie dat zijn, maar dat staat sowieso toch op een track record. En als je wilt werken aan een universiteit, gaat het toch moeten. Je fucking... Allez, je moet dat toch voorleggen, wat een strafblad is? Of ze checken dat, dat toch? Ze hebben, ook een, ze hebben een statement gepost daarover, dacht ik. Of, of, er was iets van correspondentie over. Ze hebben wel iets gezegd daarover in de media. What the fuck? Dat, ja, hij, ja. Daar is gaan, uh, dat hij daar les is gaan geven nu. Ja, ja, nou, ja, ja, ik heb dat meermaals op het nieuws gehoord. Ja. Dus dat was, dat, was wel een ge dat was wel gekend, denk ik. Ja, nou ja, ik die, die, bedoel, dat zullen die, uh, die studenten zullen dat allemaal ook wel weten. Dus ik denk dat hij daar uiteindelijk, soort van onofficieel, uh, ook wel soort van voor gestraft wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> uh, ja. Snap je dat hij, uh, ja, moest er even, uh, ja. moest er even uh, ik, heb, ik had vorige week, had ik geprobeerd de talkshow te maken met mijn raam dicht. Maar dat was echt killing. Dus nu heb ik maar gewoon het raam open en. Uh, dan word ik maar lekker Ja, voor de voor de Ja, ja. Voor de muggen. ja. maar, um, nou ja, goed. Wordt vervolgd in ieder geval. Ik uh, ben heel erg benieuwd. Ik hoop niet dat het hele land uh, straks op zijn kop staat. Het zou mij niks verbazen als er, zeg maar, uh, rellen uitbreken. op het moment dat hij, uh, uh, dat hij wel, uh, zeg maar, uh, veroordeeld wordt. Ik wil er even tussen kutten met iets helemaal anders. Omdat het toch over lesgeven gaat. Uh, ik, ik word ook leerkracht. Ik oh, ga echt? lesgeven in, in het middelbaar, ah, aan de tweede en derde graad. Of, alhoewel dat betekent in Nederlands niks waarschijnlijk. Uh, 14-15-jarige, 16-17-jarige. Uh, uh, en ik moet les content creation rond e-sports en gaming uh, uh, geven. Oh echt? Dat is leuk. Er is, er is een, uh, een middelbare school, het KTA in Brugge. Dat is een, een soort topsportschool. En die hebben nu als keuzevak e-sports. Uh, en dat is drie uur per week. En die krijgen dan les van een hoop gastdocenten, waaronder Janox en mezelf. Die uh, ja, gaminggeschiedenis en, en business-wise, uh, uh, dat dat allemaal in elkaar zit rond gaming. Wie verdient er geld, wie verdient er geen geld enzovoort. Um, Krijgt de nodige backlash natuurlijk van ouders en jammer genoeg ook andere leerkrachten. Maar uh, dit, uh, het is een, een leuke stap voorward in België om gaming. Maar wat is dan die backlash? Een ja. soort van, ja, ze moeten spelletjes spelen, oh. moeten ze niet. Uh, oh, ja, 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 dat. Kind uh, ouders die hun kinderen niet toelaten dat keuzevak te nemen. Um, andere leerkrachten die gewoon jaloers zijn op het feit dat al die, die, die gear en die, die klaslokaal, wat dan met neonlicht verlicht is, precies, uh, allemaal gesponsord is. En die nog altijd hun raam niet heftig toekrijgen in hun lokaaltje. Dan snap ik wel als wat kwaler worden. Ja. Maar um, ja, de backlash is vooral van, ach, een beetje je geld verdienen door gewoon te gamen. Dat kan toch niet? En zo beter een echte. Uh, ja, joh, ja. je ja. kent het ja. shit. Oh, ja. Ja, een vak moeten leren. Ja, Get, a real, ja. Get ja. a real job. Get a real job, Ja. Hoe durf je plezier hebben in New York? Even ja. door, dus Vincent, heb jij toevallig een ventilator aanstaan die af en toe zo langs jouw ja. mic komt? Want ik hoor echt af en toe. Ja, ik ga dood hier, sorry. Ja, ben niet, ik zal ga... het ja. ik... Als hij niet in je microfoon richt, dan is het, dan is het top. het nee, was nee. Vincent volgens mij. Was het de hele tijd al? Of? Ja, gewoon ste ste alsof hij er ik steeds zo langs, langs komt. Nee, hij staat één stokje. Oh, okay, ik okay. heb hem okay. niet bewogen. Oké, okay. wel oh, een beetje. Um, dan uh, was het vandaag weer raak. Um, de A12 snelweg bij Den Haag, die was weer geblokkeerd door uh, activisten van Extinction Rebellion. Um, en dat zijn natuurlijk de mensen die, uh, uh, ja, die willen dat we stoppen met het verbruiken van fossiele brandstoffen. Uh, en um, vandaag zijn er meer dan 500 mensen opgepakt. Uh, ze, ze hadden weer de hele snelweg geblokkeerd. Maar um, nu hebben ze een soort plan van, weet je wat, zolang, we, zolang jullie uh, niks doen met ons protest, gaan we dat gewoon iedere dag doen. Dus ze willen je iedere je dag resten? de snel gaan, <laughs> uh, gaan blokkeren. Hebben ze niet heel veel anders te doen, zeker? <laughs> nou, dan dus zullen ze inderdaad niet naar hun werk hoeven, denk ik. Nee. Dat ze maar een echte job zoeken. Ja. <laughs> uh, <laughs> een leraar of zo. Ja, ik wil ja, niet uh, bij jou in de klas gaan zitten. <laughs> maar... Kijk, ik, ben, nee, ik vind dit ook af en toe een beetje overdreven. Ik denk, jongens, uh, pff, jezelf aan de snelweg lijmen, et cetera. Maar aan de andere kant. ze hebben natuurlijk ergens wel een punt. Uh, dat uh, mm -hmm. uh, volgens mij was het van de week weer in het nieuws. dat er miljarden aan subsidie naar oliebedrijven en zo gaan. Dat je ook denkt, van ja, uh, we moeten. Uh, op een gegeven moment zullen we toch wel iets moeten doen. om een beetje uh, um, ja, de planeet te redden. Of denken jullie na? Nou, het mee? Nee, ik ben het daar wel mee eens. Hoor, want op een gegeven moment is het ook op. En we moeten nu wel heel hard gaan werken aan alles. Zorgen dat we ja, door kunnen met auto's en dergelijke. Maar niet ja, de huidige auto's natuurlijk. Want ja, het, het schiet gewoon niet op. Het, het raakt op. Het is slecht voor het milieu. Ja, ze hebben een punt. Maar jezelf aan de snelweg lijmen, is dat nou precies ook de oplossing? Doe dan op de vluchtstrook. Heb je in ieder geval nog een vangdeel of zo? Weet ik veel. <laughs> Mist iets wat het effect. Uh. <laughs> oh, lama. het Ja, het probleem is gewoon: wat is, een, wat, is, wat is dan beter? Als je ergens een protest gaat doen voor weet ik veel, het gemeentehuis, ja, dat maakt ook geen impact. Ik denk dat die mensen nu gewoon zoiets hebben van: we moeten een impact maken. En hoe ga je een impact maken door de dagdagelijkse sleur eigenlijk? te dwarsbomen en eigenlijk ja op die manier hoort je erover want mensen ja ervaren daar ook gewoon ongemak van en ja ik denk dat dat voor hun dan de beweegreden is om dat te doen omdat ze daarmee dan wel in het nieuws komen en dat hun verhaal wel gehoord wordt en ja dat dat een directe impact heeft op, de, op het dagelijks functioneren ik denk dat dat daarmee te maken heeft ja het is natuurlijk wel zo dat als niemand er last van heeft dan uh, trek je ook geen aandacht ja. met je protest ja ja dat, ja. dat denk ik ook echt, ja. Is dat de oplossing? Nee, maar ik denk, ja, de vraag is: wat ga je anders doen? Dat aandacht trekt en in de media komt. En ja, ik weer is. Ik denk dat er al veel uh, meer begrip zo voor zijn, moest er een concrete oplossing voorgesteld zijn. Want ja, een protest blijft een protest natuurlijk, dat ga je altijd tegensteken. Daarom is het ook een protest. Ja. Um, maar zolang dat, dat er niet zo'n heel duidelijke drijfveer is van wij willen. Dit. Niet zo van man. You know, los dit ding op. Je moet maar zelf uitzoeken hoe. Ik denk ik dat heel veel mensen nog altijd die reactie gaan hebben: van, ik moet mijn werk geraken, putoom, putoom, erover. Al ja, wel. Um, dus, dus. In Duitsland gebeurt dat echt veel. Hè? Zijn er zijn echt veel van die klimaatactivisten zijn aangereden. omdat mensen gewoon boos worden en die rij gewoon door. Oh, dat is vreselijk. Ja, dat is echt bizar. In Duitsland is dat echt een groot probleem. Ik denk dat als het zo doorgaat, hier dat op een gegeven moment ook al mensen het beu raken en gewoon belachelijke dingen gaan doen. Hm. Ja. ja, denk het niet. Daar is Nederland Dom, toch iets te. Ik weet niet. Nee. Die zijn niet zo gek. Ja. Ja. Nee, op een gegeven moment is ook bij heel veel Nederlanders de maat vol, denk ik hoor. Ja. Dus zegt iemand in chat: die lijm is ook niet milieuvriendelijk. <laughs> ik zag ook net iemand zeggen: dan ontstaat er toch files. Toch ook niet goed voor het milieu, al die uitlaat. Ja. Jazeker. Ja, maar ja, zeker. ja, ja, ja. ja, ja absoluut, absoluut. Maar ze ja. moeten gewoon eigenlijk al die koppen bij elkaar steken. en gewoon met een oplossing komen. en die presenteren op een uh, manier. Ja, het, het grootste <laughs> probleem, natuurlijk. Voor het gemeentehuis, zodat ja, ze ja. niemand lastig kunnen vallen. Ja. Ja, en ja, gewoon bij de mensen die blef... er wat aan kunnen doen. Ja, maar, ja, maar dan dingen... moeten ze er ook nog wel iets aan willen, do aan willen doen. Ja. En er kunnen wel ideeën wel komen maar als, als ze zoiets hebben. van ja, het zal wel klasseren, die handel. Maar ze maakt toch niet veel lawaai. Ja, het is wel lastig, want het is I don't know. Je bent natuurlijk in zo'n klein landje. En als je dan kijkt naar het oosten van de wereld... Dat dan bijvoorbeeld in Japan of zo, of ergens in die, dat soort landen... Dat ze dan een kernafval in ja, de, ja, de oceaan gooien mate, en ja. dat soort dingen allemaal. Dat je denkt, ja, waar zijn ze dan mee bezig, weet je wel? En dan in Nederland gaan we... Protesteren op de snelweg, weet je wel? Ja, dat, dat is net dat is het, cool. het grote probleem natuurlijk. Is ja, dat, ze ze dat steken is. altijd, of er wordt onderling ruzie gemaakt over welke burger het minst doet voor het milieu. En je moet maar dit en dat, en oh jee, je auto. Maar ondertussen zijn het wel, allee, de grootste vervuilers zijn groot bedrijven. Hè. En daarvoor niet per se dit land, maar ander land. Het dus, politiek gaat daar niks aan doen, want daar komt al het geld vandaan. Dus dat is, uh, daar zit ook heel die hiesa, heel dat systeemachter systeem achter, dat is niet echt... Zo. Oh. zo. Ik had hem. Ik, ik had hem. wat je hebt gezegd, bro, maar hij is echt kwaad nu, hè? Nee, ja, ik ja. had hem. Ik, ik, nee, ik, ik, ik moest even een mug uh, slopen, sorry. De zussen komen eraan. Ja. Ja, ja nee, ik krijg nou de hele, ik krijg nou de hele je... familie uh, over me heen. Het is wel een globaal probleem, hè? Dus ik denk dat... Om zo te zeggen, ah, dat land doet, doet alleen meer aan vervuiling dan wij. Dus laat ons met gerusties misschien ook, maar... Allee, misschien ook een beetje kort door de bocht. Ik denk, het is gewoon een globaal probleem. En hmm. elk land moet zijn problemen aanpakken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Want zoals ja. heeft gezegd, zijn allemaal grote bedrijven van dingen die we elke dag gebruiken. Dus kun je kunt niet zomaar zeggen van ah, we gaan al die dingen niet meer produceren. En, en klaar, Allee, dat gaat ook niet. Hè? Zeker niet als je een capaciteit. Nee, nee maar ja, er zijn natuurlijk wel oplossingen. Weet je wel? Ik bedoel, inderdaad, kernenergie is gewoon een, een antwoord, maar daar wordt dan ook weer moeilijk over gedaan. En, ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Het is een heel moeilijke discussie, denk ik. Um, ja, en het lastige is natuurlijk ook dat uh, politiek is altijd korte termijn. Want die willen altijd herverkozen worden. Dus die willen dingen doen uh, waardoor ze over vier jaar nog steeds populair zijn. En soms moet je juist beslissingen maken voor de lange termijn. Maar ja, dat is... Uh, en dus schuiven we het probleem steeds vooruit. Dat is een beetje het nadeel. Um, over uh, EU uh, uh, gesproken... Um, de uh, EU is met nieuwe regelgeving gekomen en daar gaan alle streamers uh, die geld verdienen last van krijgen. Uh, je hebt als het goed is al een mailtje gekregen van Twitch. Um, en het gaat over... Um, even kijken, heb ik hier nou dak 12 geschreven? Volgens mij is het dak 7. Um, Zie maar... Um, ja, dak 7, ja. Dak 7, dat is een nieuwe, nieuwe regelgeving. En je wordt dus nu gevraagd om uh, uh, onder andere uh, een nieuw belastingformulier in te vullen. Um, want anders krijg je straks niet meer betaald door Twitch. Dat was heel ja. raar, want zeg maar: je kan dan invullen of je particulier bent of zeg maar. Uh, of je een bedrijf hebt. Maar als je een eenmanszaak hebt, dan heb je geen RISN-nummer. Uh, en ik ben dan een eenmanszaak, maar dan kan ik dat niet invullen. Want je moest dat verplicht invullen, dat veld. Dus toen heb ik maar gewoon ingevuld dat ik particulier ben. Want je moest je moet het invullen, zeg maar. Maar ik weet niet hoe jullie dat hebben gedaan dan, maar. Ja, ik heb geen RISN-nummer. En dat heb je wel nodig om dan die formulier in te vullen als je, dan, uh, als je een bedrijf bent. Dus ik weet niet. Ik zit erin. Oh, yes, je hebt wel een RISN. Als, je, als het goed is, wat ik heb gevonden, als je een eenmanszaak hebt, heb je geen, geen RSIN-nummer. Is dat zo? En, uh... Ik heb hem ook particulier ingevuld. het in de chat. Is je BTW-nummer zonder NL en BNLX? Maar BTW heb we wel ja. gewoon ingevuld van een bedrijf. Maar Joe, je hebt toch ook gewoon een bedrijf? Ja, ja, maar ik heb hem ook gewoon als particulier gedaan. Wat maar ik moest pas. alles opnieuw invullen, want ik stond nog op mijn oude adres. Maar had jij niet het probleem toen jij zeg maar als bedrijf wilde invullen. dat je dan met dat nummer zat? Of? Uh, ja, dus ik had gewoon naar jullie bericht geluisterd en gewoon particulier gedaan. Ja, ik ook. Ik heb heel veel streamers heb ik gezien. die inderdaad ook ingeschreven staan bij de KVK. dat ze gewoon particulier hebben gedaan. Ja, zie je, Romme zegt ook. Of eenvoedig, sorry. Uh, als je een eenmaal zaak hebt, heb je geen R SIN. Dus ik kon dat niet invullen. Dus dan had ik maar gewoon particulier gedaan. Maar bij mijn B2 nummer had ik wel gewoon een bedrijf ingevuld. Jeetje ja. Ik moest, alle formulieren, ik moest alle formulieren opnieuw invullen. Dus ik heb ook alles moeten aanpassen. Ook mijn B2-nummer zo uh, op moeten geven. Ach, Jezus, wat gedoe. Nou, gelukkig stond nog een hele hoop ingevuld. Dus dat scheelt wel. Wat heeft de rest gedaan? Huh? Hebben jullie, maar uh, um, is dit vanuit Twitch Ach, of ja. is het ook? Uh? Dit is toch alleen het document wat Twitch had gestuurd om opnieuw in te vullen? Ik heb ja. nog niet naar mijn mail gekeken, maar. maar uit Twitch was het, ja. Oké. Okay. Ja. Als goed, stond staat ook in op je dashboard, je... toch? Ja, in je notificatie je... staat het ja, ook. Ja. Ze willen zo snel mogelijk antwoord. Ja. Helemaal rijden, helemaal te rij, Twitch. Toch <laughs> wel fijn, hè, voor de vijftiende. Ja, ja. Nee. <laughs> <laughs> dat <is> goed, ja. <laughs> um... ja. Geen geld meer van ons. Nee. <laughs> ik heb het nu ook maar gelijk op, uh, op uh, dingen gezet. Op uh, mijn bankpas. In plaats van op PayPal. Dat snap ik. Wat heb jij gedaan, Daniel dan? Heb uh, ik heb nog niet ingevuld. Uh, want ik dacht, laat ik het eerst eens met jullie over hebben. Um, dus uh, dat. Uh, maar ik had wel eventjes uh, um, uh, contact met Twitch. En die zeiden: van joh. Uh, zorg dat je dit even onder de aandacht brengt. Ook bij streamers. Want anders krijg je straks niet betaald. En dan is iedereen boos. Alleen ik heb ja. nu ook even de vraag uitgezet: van hoe zit dat met het rsin nummer Want je kan dus niet zakelijk registreren als je dat nummer niet invult, uh, zeg als je. Jij. Als je een eenmanszaak hebt, dan, dan krijg je geen RSIN-nummer. Nee. En als, nee, als je nee, dat nummer dat niet hebt, dus kan je wel niet. Nodig. Wat zei je? je? Je kan op een gegeven moment kan je wel een, een uitreksel vragen van je KVK geloof ik. En daar staat wel dat nummer in, maar ik weet niet of dat dan valt onder een eenmanszaak of of je dan ook uh, zeg maar bij de uitreksel. Nee, dat heb dat ik even opgezocht. Als het goed is krijg je dat, uh, krijg eenmanszaken krijg je geen RSIN-nummer. Oké, okay, nee, um, dan, dan houdt het voor Maar je kon dat ja, niet leeglaten of zo? Je moet dat wel invullen, anders kan je niet... Nee, je ja. moest invullen. Ja, ja je, moest je moest het invullen. invullen. Okay. er staat van required field. Hoe ja. zeg je dat? Ja, ja, ja Dan ja. kan je gewoon niet volgende klikken. Of uh, indienen heet dat geloof ik daar. Zoiets was het toch? Ik denk overigens dat het niet heel veel uitmaakt. Hè, want dit gaat puur om... Uh, dus ik denk dat jullie met je particuliere inschrijving... Ik denk niet dat het een, een ramp gaat zijn. Want dit is natuurlijk gewoon... Voor Twitch om te voldoen aan een EU-regelgeving. Want uiteindelijk, even ja. wat. Kijk, in het verleden hebben we het hier nog wel eens over gehad. Ik zal absoluut niet nemen en shamen. Maar ik weet dat er in het verleden in Nederland een aantal streamers zijn geweest. En die dachten: Weet je wat? Als ik nou gewoon uh, mijn inkomsten op mijn PayPal laat storten. en ik geef dat gewoon lekker niet op bij de Belastingdienst. Uh, dan kan ik gewoon mijn uitkering houden. Wow. en dan uh, ja, 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 ja. is er allemaal niks aan de hand. En um, de EU wil natuurlijk, uh, wil natuurlijk daar uh, wil dat gewoon aanpakken. Dus dat eigenlijk alle Belastingdiensten van, uh, door heel Europa gewoon weten wat jij verdient. Um, ja. Ja, logisch, dus dat is, dat is uiteindelijk. Het is gewoon om te voorkomen dat mensen stiekem allemaal extra geld kunnen verdienen. Waar de Belastingdienst niks van af weet. Uh, daarom moet, uh, moet dit allemaal geregistreerd worden. Dus het, uh, oh, zo. Ja. Is het daarom alleen gedaan dan? Echt puur voor die Paypal? Nou, het zal misschien wat het meer... Uh, wat, het zal, maar het is gewoon het is een, een manier voor de, voor de EU om grip te krijgen... op uh, uh, mensen die geld verdienen uit het buitenland... wat voorheen misschien een beetje onzichtbaar was af en toe. Oh, op die manier, ja. ja dus, dus, uh, van, altijd en opgeven, natuurlijk iedereen of... die het altijd netjes heeft opgegeven. Ja, dat, dat, maar er zijn er natuurlijk ook best wel veel geweest in het verleden... die dat niet netjes hebben opgegeven. En dan kon de Belastingdienst niet per se weten wat daar aan de hand was. En dat, nee. uh, dat tijdperk Ik is nu echt... voorbij. Altijd alles netjes opgeven, veel te bang dat ze ja, 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 ja. Ik kreeg al uh, laatste keer een rekening van de, de huurtoeslag van 2017 dat je denkt: Oké, okay, weet je wat, ik vul het waar gewoon in. Ze weten <laughs> me nu toch te vinden. <laughs> nou, er, is één, er zijn twee dingen waar je niet aan ontsnapt en dat is de dood en de belastingdienst. Dat zijn echt... ja, precies. Ja, ja, boetes zijn ook wel heel hoog, ja. Dat we je gewoon niet hebben en je weet nooit wanneer ze controleren. Als ze doen, gewoon van tevoren gewoon. Bro, ze maken gewoon een schatting. En op het moment dat ze die schatting maken, kijken ze naar de tijd. En dan gooien ze een paar nulletjes achter. En dat is jouw uh, boete die je krijgt. Ja, dat, uh, dat ja. kan echt goed, uh, goed verkeerd. Uh, tin, is je, je TIN is gewoon BZN je BSN-nummer, ja. Ja, ja, ja. Pers -pers persoonsnummer is dat dan? Ja, gewoon het BSN-nummer. Ja, ja ja, -nummer. ja, ja. Je TIN is gewoon je BSN-nummer, inderdaad. Um, maar goed, dus uh, als je iets van geld verdient met Twitch, zorg dat je dit invult, want anders worden eerst die betalingen stopgezet. En als je het daarna nog niet hebt ingevuld, krijg je waarschijnlijk nog een paar mailtjes van Twitch. Maar na de zoveelste mail, op een gegeven moment wordt gewoon je partner/slash affiliate afgepakt. Ja, ik kreeg zeg maar een mailtje en toen kreeg ik nog twee mailtjes met zeg maar een soort herhaling. Maar er stond dan geen tekst, Toen moest ik me uitklappen. Kreeg ik wel nog een keer de tekst, echt drie achter elkaar of zo. Hmm. Ik kon ook geen deadline zien. Nee, ja, het staat er alleen van zo snel mogelijk. Toen Jill ja. ja, zei: Doe maar voor de 15e. Tja. <laughs> <Misschien handig. laughs> nou, ik weet niet of het toch gelijk dit in, deze maand ingaat. Misschien krijg je deze maand Volk nog wel een payout. Ik denk dat het ergens nee. volgt. Maar als je het volgende maand nog niet gedaan hebt, dan zouden ze. Overigens is het niet zo: hè, voor de mensen die uh, moord en brand gaan schreeuwen. Het is niet alsof ze je geld afpakken. Uh, je, je krijgt het geld uiteindelijk wel. Alleen het wordt gewoon even on hold gezet. totdat je dat hebt ingevuld, zeg maar. Het invullen kost niet veel tijd hoor. Je bent er echt twee, drie minuten mee bezig. Of ja, ik een paar minuutjes klaar. Dus uh, ja. ja. Tenzij je zij, adres zij je pas veranderen. je niet kan vinden. <laughs> dat ook, ja, dat zo. Gezellig. Um, die is weg. Ja, je, je moet even op ja, F5 je... drukken in de. Ja, t, Ik, ik ga binnenkort gezeik, op, iets anders, op iets anders overstappen, denk ik. Want ik heb uh, veel uh, gedoe met de. Uh, Wearby de laatste tijd met de cameraatje die wegvalt. Maar als Espo ook nog even F5 drukt, dan uh, krijgen we hem vanzelf weer terug. Goed. Um, dus onthoud, uh, je moet het uh, ding invullen. Uh, en dan naar uh, ander heel leuk nieuws. Want ik zag Melania uh, in één keer met Armin van Buren op het podium staan. En dat was niet zomaar. Dat is omdat we een paar weken geleden spraken waar je hier. Toen gingen ze met haar damesteam meedoen aan uh, de CSGO World Championships. Um, en jullie zeiden toen al: Nou, weet je, we willen niet te, te overdreven doen. Maar het is wel redelijk kat in het bakje. Nou, dat is ook wel gebleken, hè? jullie hebben echt uh, gesloopt. Ja, we hebben zeker gesloopt. We zijn uh, door de groepsfase elke match hebben we 2-0 gewonnen. Dat was best wel easy going. Alleen de, de Grand Final was pittig met een 2-1 gewonnen. Want uh, nou, ja, ja. vertel even iets meer. Want hoe, hoe was het, zeg maar, vanaf het moment dat jullie daar waren? Want waar werd het ook weer gehouden? In Iași. Dat is in Roemenië. Ja. En dat is uh, na Boekarest de grootste stad daar. Dus ja. uh, het is best wel een grote. Plek. en hoe was ik het uh, allemaal georganiseerd? Was het uh, want het is best wel een, een happening, natuurlijk? Mensen uit alle landen over de hele wereld, jullie waren, Ik weet dat we vorige keer nog wel een discussie hadden over dat uh, coaches dan niet mee mochten, per se, uh, maar was het uiteindelijk goed georganiseerd? Uh, ja, het evenement was op zich wel goed georganiseerd. Um, ja, het was het is natuurlijk best wel moeilijk om zoveel landen te, ja, te faciliteren. Ze, uh, ze hebben echt uh, een stuk of acht hotels moeten afhuren, geloof ik. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, maar een aantal locaties. Dus uh, er moet wel echt veel gepland worden. Uh, ik weet ook niet hoeveel game titels er waren, maar ik denk vijf of zes of zo. Dus ja, dat was best wel. Uh, ja, lijkt mij best wel lastig om dat uh, te doen binnen tien dagen. Volgens mij was het evenement tien, elf dagen. Dus ja, het ja, was wel uh, goed georganiseerd. Uh, de stage was echt super vet. Uh, je keek uit op uh, het Paleis van Cultuur. Ja. En daar werd uh, ook echt uh, ja, heel de branding uh, op geprojecteerd. Uh, dus ja, dat was wel echt uh, super vet. Heel vet. Ja, en, en, uh, en dan die, die final. Want tegen, tegen wie namen jullie het uiteindelijk in de finale ook weer op? Argentinië. En hoe ging dat? Ja, uh, we hadden een beetje een achterstand in het begin. Maar uh, we hadden wel echt een dikke comeback. Uiteindelijk. Het was echt uh, heel spannend heel spannend. Ja, de tweede map. Oh, uh, ja, de eerste map. Uh, eigenlijk was het identiek, want er was een lower bracket, dus we speelden gewoon de upper bracket final eerst tegen uh, Argentinië. Uh, we hadden eerste map Mirage gespeeld. Dit was uh, trouwens Counter Strike en uh, CS:GO. Mm -hmm. Iemand uh, <laughs> niet. Uh, ja, oh ja, my, het stond de beeld. Is. Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, dus ja, Mirage eerste map. Volgens mij, uh, ja, eerste keer was in overtime. Uh, dus ja. Mindset was een beetje low. Uh, we hadden even een team uh, pep talk. Tweede map was echt een run over. We speelden overpass. Was volgens mij 16-5, 16-6. Dus wij dachten: oké, okay, dit is het, weet je wel. Derde map gaat ook easy worden. Maar dat was ook een beetje lastig. Dat was Inferno. Toen hadden we 13, um, 16 14 16 13 gewonnen. Uh, dus ja, uh, Argentinië moest toen tegen Amerika spelen voor de ja. Uh, yeah, de lower bracket naar de finale toe. En uh, die hadden ze dus gewonnen. Dus wij dachten: oké, okay, nou, weer tegen Argentinië. Dit, uh, dit lukt ons wel. Um, ja, we hebben van onze foutjes geleerd. We weten hoe ze spelen. Maar ja, hun natuurlijk ook. Dus um, ja, dat was wel, uh, wel leuk, omdat we eigenlijk uh, dezelfde mappen gingen spelen. En de scores waren ook uiteindelijk hetzelfde. Dus ja, 2-1 gewonnen. Uh, ja, en toen uh, op stage even praatje doen, even foto's maken en toen uh, werd er gezegd kom mee, je moet naar Armin toe. En Dus wij <laughs> naar Armin toe en daar moesten we backstage even wachten totdat we op podium mochten. Ja, ik Dat zag hoor. daar een filmpje van. Dat was wel heel dik. Die stond voor een grote grote zaal, stond hij te draaien en hij uh, ja, hij vond het ook wel cool, toch? Dat zijn landgenoten de titel mee naar huis hadden genomen. Ja, hij was echt. Uh, hij was echt heel erg uh, ja, geïnteresseerd en leuk om mee te praten. Ja, uh, yeah, hij was gewoon heel erg, heel erg yeah, into it. En hij vroeg allerlei dingen over CS en uh, hoe, hoe vet het is en zo. Dus uh, dat was echt heel erg uh, tof. Lekker ja, uh, groter. Ik weet toevallig, uh, want ik heb hem ook wel vaker gesproken vanuit het radiowereldje, dat uh, hij, is, hij is best wel een, een gamer Kijk, ik bedoel natuurlijk niet. Uh, hij heeft ook veel andere dingen te doen. Maar hij, hij heeft veel Call of Duty gespeeld volgens mij. En hij, hij heeft best wel. Uh, Best wel veel shooters gespeeld in zijn leven, dus het is ook niet alsof het hem helemaal vreemd is. Dus uh, Nou ja, leuk. En um, leuk. Jullie, jullie hebben best wel een uh, aardige prijzenpot mee naar huis genomen, toch? Uh, ja, eerste plek was 40.000. Oh, lekker. En we mogen uh, de titel verdedigen in Riyadh volgend jaar, dus wij mogen. Het zijn automatisch door, dus uh, we hoeven ons niet te kwalificeren. Wat leuk. En hoe, en hoe was het zeg maar? Want um, uh, vorige keer hadden we natuurlijk een deel van het team uh, gesproken hier in, uh, in de talkshow. En uh, um, jullie zijn wel een soort gelegenheidsteam. Iedereen speelt normaal gesproken bij zijn eigen teams. En jullie komen nu bij elkaar om dan uh, Nederland te vertegenwoordigen. Hoe, uh, hoe was het om met z'n allen op trip te zijn en gewoon uh, samen in het hotel en uh, te oefenen? Maar jij ja, gaat neem elkaar ook samen eten. En misschien nog even keer wat leuks doen en zo. Hoe, hoe, hoe is dat? Uh, wel, ja, ik vond het heel erg leuk. Um... We kwamen wel steeds dichter bij elkaar. Want ja, je spreekt elkaar niet elke dag natuurlijk. Je zit niet in hetzelfde team. Dus ja, op zo'n evenement dan leer je elkaar wel een stuk beter kennen. En ja, uh, drie van de vijf dames, die uh, daar was het ja, was gewoon. Alles was eigenlijk een beetje nieuw voor hun op zo'n evenement te spelen. Dus uh, het was fijn dat we twee ervaren erbij hadden die iedereen een beetje gerust kon stellen, maar uiteindelijk viel het echt allemaal heel erg mee. Ik, ja, ik ben heel erg trots op de meiden, en zeker dat, uh, dat ze ook uh, ja, geen faalangst of uh, hoe noem je dat uh, Stage stadium, Ja, dat precies um, hadden. Uh, dus ja, dat was uh, heel erg leuk om ze ook beter te leren kennen zo, en uh, ik denk dat dat uh, zeker zal helpen voor volgend jaar. Ja, vet hoor. Super cool. Ja, het is, ik vind ja. het sowieso altijd mooi. Het is gewoon ook leuk dat jullie ook in het oranje spelen. En uh, ja, ik weet niet, ik vind het wel, uh, wel heel vet. Wij waren vanuit België ook aan het supporteren voor Nederland, want België had niemand gestuurd aan de vrouwenkant. Uh, het was het eerst man, niet geweten dat het ging gebeuren. En een keer om Moraltis het wist, wou hij een team samenstellen, maar dat lukte niet meer. Uh, dus zaten wij schoon te kijken naar Nederland. Hup! <laughs> ja. Ja, nee, ja. ja die game zo. En Riad is denk ik ook wel een toffe trip... Dan, dat je die alvast in de agenda kan zetten. Ja, zeker. Um, ze zijn daar natuurlijk wel erg bezig met, uh, met CS. Of ja, game in het algemeen. Je had natuurlijk Gamers Eight wat, uh, wat acht weken lang duurde. Wat daar pas net klaar is. Ja. Dus uh, ja, ze zijn daar wel aan het klaarstomen voor, voor meer gaming... Ja, dat is, dat is lijp. Ik, ben, uh, de, ik hoorde dat laatst ook dat er echt miljoenen, misschien wel miljarden worden geïnvesteerd in, in gaming en in e-sports in de Arabische wereld. Um, dus daar gaan we echt nog wel veel van horen. Ook heel veel Nederlandse um, uh, weet je wel, Nederlandse producers en mensen die verstand hebben van e-sports uitzenden en zo die daar naartoe zijn gehaald. Uh, voor monsterbedragen. Dus het is wel. Uh, ja, het ja is wel ze lijp. betalen echt dik daar. Ja. En uh, elke. Prins of shiek of wat dan ook, die wilt wel iets in gamen doen, dus uh, ja. ja, wordt dik betaald. Ja, nee. Cool. Heb je ook die? Uh, heb je ook die? Een... Het, het uh, nog nog het... Of niet? Melanie. CS2 ja, bedoel je? Ja, nee. Uh, CS. Oh uh, vroeger bedoel je? Nog? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ook, ja, ja, ook voor... 1.5. Ik ben wel echt van de oude oh, zo, <laughs> oude stem. Ja, goed. Of man. Ja, en misschien dan ook nog wel even interessant, inderdaad, want de, 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 het viel al even. Wat zijn jullie verwachtingen voor Counter-Strike 2? Ja. Ja, ik weet niet. <laughs> ik heb het niet. Ik, ja, ik denk dat Melania wel het meest kan, uh, kan overtellen. Ik, ik, ik heb het wel gespeeld, wel een beetje, maar niet, niet echt all-time of zo. Kom een nieuwe map, of worden, worden mappen worden toch geremaked of zo? Weet je toch? Ja, klopt. Op dit moment zijn ze dus de map aan het uh, remaken. Na IPL, dus uh, ISL Pro League, uh, uh, dat is nu gaande. Uh, dat eindigt 3 oktober of zo. Uh, zullen ze overstappen naar CS2 in het algemeen voor evenementen. Dus iedereen zal na uh, ISL Pro League wel uh, ja, meer CS2 gaan spelen. Niet iedereen is echt happy ermee. Tick rates en... Uh, movement, et cetera, wordt er wel over gewind veel op uh, internet. Maar goed, zo was uh, CSGO ook eigenlijk in het begin. Niemand was er happy mee. Uh, dus ja, dat zal wel uh, ja, dus bijdraaien. Het is nog steeds van Valve, toch? Of niet? Ja, want ja, CSGO wordt verdwijnt uiteindelijk. En dat wordt dan gewoon CS2. Nou, deel 3 zal wel niet komen dan. Want uh, Valve kan niet, kan niet tellen tot 3, dus... Dat is die 2.5 uh, 2. 5. ja ja. 5. 8. Ja, <laughs> ja ze zijn wel dagelijks updates aan het pushen, right? Naar cs dus twee, er wordt echt constant aan gesleuteld om het balanced te krijgen. Maar er komen wel nieuwe mappen ook, niet alleen maar remakes toch? <tie> ja, wel nee, volgens mij zijn het allemaal, allemaal bestaande maps. Uh, okay. oh. Maar dan wel soms worden ze natuurlijk heftiger geupdate dan dan andere. Um, ja, ik, zag wel een, uh, ik zag wel een clippie voorbij komen waar mensen een beetje mad waren. Want het is natuurlijk: ze hebben de hele engine geüpdate. Hè, dus alles ziet er beter uit. De smokes zijn lijper en dat soort dingen. Maar um, je, de schaduwen en zo zitten ook beter in elkaar. Dus je had nu ook al situaties want... dat iemand dan zeg maar om een hoekje voorbij komt. En dan zie je dus al de schaduw van de player voordat je daadwerkelijk de player ziet. Wat natuurlijk een beetje. Oh ja, handig. Ja, ja. ja. In de campers dan hè? Ja, dat is, uh, ja als, je, als je iedereen op basis van zijn schaduw kan spotten, dat gaat inderdaad nog wel even een dingetje worden. Maar, um, schaar, je kan, trouwens, nu als je um, een, um, een rank hebt en je hebt uh, uh, Prime, dus je hebt uh, ooit voor Counter-Strike betaald of um, ik weet niet hoe je anders nog aan Prime kan komen. Um, maar dan, uh, dan kan je nu die uh, limited test uh, spelen. Dus. dus so you know. Uh, en ik heb dat toevallig met kippensoepje getest. En je moet, uh, als je nog geen rank hebt, dan moet je even die rank halen. En dan um, even twee, drie dagen wachten. En dan uh, staat hij in één keer in je, in je menu. Dus dat. Maar goed, nogmaals gefeliciteerd, Team NL. Um, ze zijn ook te volgen via Dutch Esports underscore NL. Kan ik nog wat foto's zien van, uh, van hoe dat allemaal uh, is verlopen, die finale. En um, nou ja, laten we hopen dat, um, dat jullie volgend jaar weer hoge ogen gooien. Maar ja, als de competitie ongeveer hetzelfde is, de tegenstand, dan zullen jullie wel de titel kunnen verdedigen. Dus laten we dat hopen. Ja, ja. Um, ik, ik denk dat ze volgend jaar wel wat meer teams uh, zullen uh, aannemen daar. Volgens mij wordt het 16 teams uiteindelijk. Dus uh, er zal waarschijnlijk weer een extra slot voor EU zijn. Uh, ja, ik ben benieuwd uh, wie er doorgaat. En uh, ja, super vet. We wachten nu op de trofee. En uh, omdat uh, gemeente Rotterdam ons wel echt uh, het meeste heeft gesteund, zullen we het uh, daar naartoe brengen. Rotterdam. En waar komt trofee te staan dan, die trofee? Uh, bij Martijn, op zijn desk. Oké. Okay. <laughs> nou ja, cool. Um, dan even iets heel anders. Ik wil even, ik snap dat het een beetje een overgang is. Uh, maar ik wil wel even een klein zwaar onderwerp aankaarten. Want ik kwam een brief tegen van een uh, ambulanceverpleegkundige. Uh, en die zegt: Ja, ik kom uh, vaak in, aanra uh, in aanraking met ouder wordende mensen. En ze vertellen vaak dan dat ze daar eigenlijk geen zin meer in hebben. Dus mensen van een jaar of negentig die denken: Nou, ik heb mijn, uh, mijn leven wel uh, geleid. Niet in, in negatieve zin, maar gewoon: ik heb, het, ik heb een mooi leven gehad. En nu word ik steeds uh, zieker, et cetera. Ik vind het allemaal wel best. Alleen um, de medische protocollen zijn natuurlijk erop ingesteld om mensen altijd maar in leven te houden. Um, dus deze ambulancebroeder die heeft een, een brief naar de, naar de krant gestuurd, een, een open brief. Um, en eigenlijk is zijn uh, vraag: is, waarom moeten we altijd maar in leven gehouden worden? Ook als we daar zelf niet per se meer uh, zin in hebben. Want het gebeurt nu dus soms dat mensen die dan inderdaad uh, 90 jaar zijn. Uh, dat die nog helemaal een reanimatieproces moeten doorlopen. Uh, worden ze gereanimeerd in het ziekenhuis? Moeten ze vervolgens weer op de intensive care blijven liggen dagenlang? Uh, en die mensen zitten daar in sommige gevallen helemaal zelf niet op te wachten. Die denken, joh, laat mij nou gewoon lekker uh, gaan. Maar dat mag niet van de uh, geldende medische protocollen. Ik zie Nessie. Uh, Heeft, uh, ja. die, uh, die, <laughs> die werkt natuurlijk in een ziekenhuis. Hoe zie jij dat? Uh, het is eigenlijk de taak van de huisarts om een DNR... Allee, in België is het de taak van de huisarts om een DNR-beleid uh, met de mensen af te spreken. Want DNR dus, is Do Not Resuscitate. Dus dan bete yeah. dat betekent eigenlijk dat je een soort van... heb je een kaartje uh, bij je waarvan als jij moet worden gereanimeerd... dan weten die mensen, mag niet. Ja, en dus, er bestaan verschillende over. soorten DNR's. Dus je hebt DNR 0, dat wil zeggen we doen alles. Je hebt een DNR 1, 2 en 3... Um, en afhankelijk van in welke klasse dat je zit, worden bepaalde dingen wel nog gedaan en bepaalde dingen niet gedaan. Hè? Bijvoorbeeld, uh, in een DNR1-beleid kan, kan zitten, we gaan niet meer beademen. Dus we gaan geen intensieve dingen meer doen. En in een DNR3-beleid kan bijvoorbeeld ook staan, we gaan geen antibiotica meer geven als je... Een infectie hebt, bijvoorbeeld. Dus dat kan eigenlijk heel, heel ver gaan. Um, en eigenlijk is het de taak van de coördinerende arts, en dat is in heel veel gevallen de huisarts, om een DNR-beleid af te spreken met de mensen. Dat wordt geregistreerd in het globaal medisch dossier en iedereen kan dan normaal gezien inkijken. Dat gebeurt heel weinig, omdat dat soms moeilijke gesprekken zijn. Um, in de kindergeneeskunde doen we dat ook. We hebben ook DNR-beleiden voor kinderen. Uh, sommige kinderen hebben DNR-3 beleid. Dat kan. Um, maar dat, is, dat bestaat. De vraag is natuurlijk: in hoeverre wordt dat grondig besproken met mensen? En wanneer ga je zoiets bespreken? Want je kunt, er valt iets te zeggen voor een DNR-beleid, voor misschien een 70-jarige die een keer een hartaanval heeft gehad en die misschien uh, niet meer goed te been is. Ja, de ene oudere is natuurlijk de andere. Niet, hè? Dus dat is, dat is ook wel een belangrijke. Maar eigenlijk bestaat dat al. Maar we hebben in Nederland toch ook zoiets, maar dan niet met, met volgens mij die, die groepen die je opnoemt met 1, 2, 3 en zo. Volgens mij hadden wij ook iets, toch? Ja, ik weet het echt niet ja, Dat zo'n reanimatiepenning, re 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 toch? Ja. Maar ja. Dan, dat krijg je niet zomaar natuurlijk. Nee. Nee, Volgens nee, nee. mij moet je daarvoor echt wel eerst uh, een heel medisch traject en een vaak wat hebben, hebben gehad, zeg maar. Dat iemand op de ik grond legt Ik kan me ook niet voorstellen, ik moet ook wel ik heb me bijna oh. niet voorstellen dat als je 97 jaar bent, dat je nog op die C-balans. dan moet je toch als arts ook, ook wel even over nadenken of dat daar een slimme... Allee, iets... Ja. Je hier in Nederland nee. heb je ook uh, ja, stages als in 0 tot 3. Oh, toch wel? Ja. Ja, maar ja, het is ik, natuurlijk maar, ook, ook zo he, dat... Het is wat volgens mij ook meespeelt, en dat zegt die ambulanceverpleegkundige ook: van ja, uh, op het moment dat zij ergens aankomen, uh, dan weten ze vaak niet alles. Hebben ze niet per se alle informatie? En het is natuurlijk uh, ja, uh, ook hun plicht om uh, alles te doen in hun macht. Dus als zij geen idee hebben wat er gaande is, ja, bij twijfel, dan ga je natuurlijk iemand reanimeren. Dus het is ook uh, ja. het is misschien ook een kwestie van meer duidelijkheid scheppen of zo. Ja, ja daar is. Een, en het is natuurlijk moeilijk, hè, want als je. Ja, iemand op straat tegenkomt, of, eh, je weet niet hoe oud dat is, je hebt, er, je hebt er geen informatie over, dan denk ik dat het ook correct is om alles, alleen, om alles te doen. En van het moment dat je in het ziekenhuis komt en je kunt daar wel logischer over nadenken en je kunt eh, het patiëntendossier in, inkijken en zo, dan kun je eigenlijk ook wel betere beslissingen nemen voor de patiënt natuurlijk. Maar als er nooit een DNR geregistreerd staat, kun je als arts ook niet zeggen van: oh ja, dan doen we maar gewoon een beetje waar nee, wij ze in hebben. Want... Nee. Dan kun je geen altijd... God spelen, natuurlijk ook niet. Hè? Nee. In dit soort situaties altijd... zou uh, zo'n zo 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 medische chip wel handig zijn. Lijkt maar, dat je gewoon kan piepen en zeggen: Oh, deze persoon heeft deze bloedgroep. Uh, wel een DNR, weet als je wel, iemand, dingen. Als je iemand op straat legt, dat je eerst even scant, dan pas begint met redenen mee. Ja, dat, dat, dat... dat is toch maar dat kan. Dus zeg maar eerst gaan vragen van, ja, mag ik u redenen? Of ga je kijken, of hebben zo'n kaartje, die ligt al dood te ja. gaan. Dat geldt ja. ook heel krom. Je, doet, doe toch, je helpt toch iemand? Dat is maar eigen... met zo'n scan zou dat toch heel snel moeten kunnen, lijkt mij. Ja, oké, okay, maar ja. Heb jij ja. Meteen, heeft iedereen ja. meteen zin om iets te laten implanteren? Ja. ja dat gaat ja. Het niet ja, gebeuren. Ja, gaat is dat al niet gedaan? nee. Dat gaat niet gebeuren. Ik, ik zeg je de, 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 de enige hier in huis die gechipt is, is de hond en uh, daar vind ik het wel ja. best mee. En de kat, en de kat ook tegenwoordig. <laughs> ja. Um, mij, mij niet telefoneren, maar voor die chip. Overigens <laughs> bewijst, bewijst het feit dat we dit natuurlijk al jaren bij huisdieren doen, dat het in theorie wel zou moeten kunnen, maar um, ja. We zijn allemaal gevaccineerd geweest, we zijn gechipt. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> Heerlijk, jouw hond. Die heeft niet echt de keus gehad om te zeggen: Yo, bro, ik wil hem niet. Nee, maar, wel een grappig verhaal: mijn hond is inmiddels al wat ouder, die is nu 11. En de eerste chip was op een gegeven moment gewoon kwijt. Dus toen kwamen we bij de huisarts, nou, die heeft echt een. Een, een, een kwartier met zo'n scanner om die hond heen. Zo van oké, okay, nou. En uiteindelijk hebben we het ja. maar opgegeven en hebben we er gewoon weer een nieuwe chip in gestopt. En dan moet je dat nummer <laughs> updaten. Nou, Want ja. ja, op een gegeven moment kan het gewoon zo zijn dat ja, dat die of belandt hij ergens in een stuk huid. Waar die of hij of uh, hij wordt gewoon afgestoten of zo. Nee, ja, toch? Nee, toch? Kan ja, of de, Ik weet niet, volgens mij zit er ook geen batterij in. Maar ja. Maar ja, ik denk dat het ook moeilijk is, denk ik, voor sommige mensen om daar. Allee, ik denk dat de mensen die echt zeker zijn van ik wil niet meer gereanimeerd worden... denk dat die ook wel creatieve manieren hebben of zo, om, om dat kenbaar te maken. Een kaartje in de portefeuille bijvoorbeeld. Waar je ja, maar dat, je, ik dat lees dat hier je in de chat over armbandjes... Ja, dat soort ah, oh dingen, ja, dat bestaat ja. ook. Of kettingen, dan, dan wordt dat ja, er ook maar Ja, maar als, als je het in je portemonnee hebt zitten, ik denk dat zo'n zieke broeder niet eerst gaat nee. kijken Nee, maar ik heb Absoluut. wel gezien, het is ook wel eens gebeurd hè, in Amerika, want in Amerika is natuurlijk bestaat euthanasie helemaal niet, hè, want dat mag allemaal niet, dat is allemaal een verboden woord. Uh, maar ik heb ook wel eens gezien dat een oud iemand uh, letterlijk gewoon do not resuscitate op zijn borst heeft laten tatoeëren. Zo van, nou, ja, dat uh, doen, ze uh. ook inderdaad. Ja, ja daar kan ik kan ook wel eens voorbij komen. Hebben we hebben wel gehoord dat een piloot zijn chip heeft uitgepoept. Nee. Vanaf Delta? Wat? En het van wel Eigenlijk Als je dat tatoeëert en ah, je hebt nergens ooit besproken of ooit. Ik het staat niet in een medisch dossier. Je... Ja, ja, hoe ga je dan verantwoorden dat je die dat niet hebt gereanimeerd? Ja, ja medico-legaal dat, ligt dat echt heel moeilijk. Is dat ook niet het plot van de Eerste Incredibles? <laughs> I mean, Wat? Dat is mijn kennis van zaken, zover ben ik mee. In The Incredibles 1 worden superhelden verbannen omdat ze mensen redden die niet gered willen worden. Ja, dat willen klopt. Worden. Dus, ja. Klopt, ja dat klopt. Dus uh, ja. Ik, we hebben net. You know, history repeats itself, uh, life repeats art. The Incredibles <laughs> heeft uh, de maatschappij voorspeld. Uh. <clears throat> Ja, net dat zijn ook, is ze ook, ik, ja. ik wou net zeggen. Ja, Tja. ja het is, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Want Allee, ik werk nu ik werk met jongere kinderen, dus uh, dat is een beetje een andere. Maar wij hebben ook heel veel situaties waarin dat je soms denkt, wat, met wat zijn we hier bezig? He? Een extreem prematuur van 23 weken bijvoorbeeld. Dan kun je je de vraag stellen, ja... Is dat het nog waard? Hè? Infectie na infectie na infectie. We doen er alles voor. Maar ja, soms zit je dan 10, 15 jaar later. en hebben die een keigoed leven. En dan denkt ja, denk je wel echt van. Oké, okay, we hebben er toch alleen één goede uitgekregen. Maar natuurlijk, de prijs die je daarvoor betaalt. is dat dan één goede tegen misschien 15 slechte zijn of zo. Dat, dat kan nee. altijd. Maar ja, je kunt niet altijd bepalen. Wat, ja Welke kinderen of welke mensen mogen leven en welke niet, dat, dat is heel moeilijk in ons beroep. En als ik het even omdraai, hè? hoe, uh, hoe staan mm -hmm. jullie er voor jezelf in? Uh, zouden, jullie, uh, uh, zouden jullie echt oneindig oud willen worden? Of, uh... Nee. Uh, ja, je lekker gamen. Is dat het bij jou, oh, Vincent? Ja. Zolang je nog kan gamen, vind je het prima. Tuurlijk. Hij ja, wil CSGO 3 nog spelen, natuurlijk ja ooit. Ja, <laughs> <laughs> ja <laughs> Starfield 5. Uh, Sims 5. <laughs> Elder Scrolls 6, ja. Nou, nou, ja, joh, lekker toch? Beetje leven. Valve is over, over het algemeen niet zo goed met derde edities van hun games, maar... Ja. Nee, daarom. Ja, daarom zei ik het. Ja. Nee, ja, dat is toch Zo prima, oud ik wil ik zijn worden. Nou ja, kijk, kijk als je die kwaliteiten krijgt, natuurlijk wel, ja, ik weet niet... Dit is, dit is wel heel lastig natuurlijk, maar uh, kan ik wel in de talkshow blijven komen, is wel leuk. <laughs> <laughs> we ik lekker, denk, he? ik denk hoe ouder dat je wordt, hoe, hoe meer dat je idee daarover verandert. Want je kunt wel een ja, leven houden, worden, maar zodat jongen van het uh, alles dat verdwijnt, hè. Hey. Misschien oh, zeg je alles ik heb gaat het wat trager en dan. Uh, ik heb alles gezien. Ik heb alles meegemaakt, zeg je misschien wel. En dan denk ik denk van ja, het is prima zo kan. Ja, weet ik niet. Zie die Jeugd toe komen met een nieuwe muziek. Wat een hebben, Laat, laat ja. mij maar dood gaan. Ja. AI, AI heeft de wereld overgenomen. Weet je al, echt vreselijk. Ik kan niets ja. meer doen zelf. Het ligt <laughs> ook wel aan, uh, natuurlijk, hoe je ja, oud wordt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld mijn overgroot-oom. Ja, die is inmiddels al overleden, maar die ging op de 98 naar gewoon naar concerten toe. Dat is goed. Oh. 98, tot als ik heel of echt. Uh... Nee, Walter Kroes toen. Oh, echt? <laughs> oh, heerlijk. <laughs> Leuk. Met mijn andere oma samen. Ja, het is, uh, ja, het is dat ze toen de tijd er heup brak en toen was ze er klaar mee. En toen ging het ook heel snel bergafwaarts. Maar uh, ja, die was 98. Die, was, die wilde ook niet in een bejaardentehuis wonen, want dan kon ze geen Ajax meer kijken. Oh, dat is, dat is ook Dus die wilde ja, alleen maar thuiszorg. Ja, dat is, heeft wel haar ding natuurlijk. Uh... Dat is ook zo typisch iets voor oude mensen die zeggen van, ja, ik wil niet in een, een rusthuis. Dat is voor oude mensen. Bitch, je bent negentig. Have you looked Kijk, at yourself? <laughs> <laughs> Allee, de keuze ik zou ik ook echt niet willen. Okay. Ik wel, uh... nee, ik denk ook op een gegeven moment dat ik er wel klaar mee zou zijn hoor. Van uh, ja. Ja. Oh ja, als ik instort, doe je best. Als het niet lukt, is het klaar, toch? Ja, <laughs> ik, ik hoop ja. oprecht dat tegen dat ik oud ben, dan een ander doet goed zelf wel. Dan bouw ik een rusthuis met landparties en gaming consoles en TV's. Overal, nou, ja. meer. Nou, maar ik denk wel dat, kijk, iedere generatie doet natuurlijk toch waar ze mee zijn opgegroeid, toch? Dus ik denk echt wel dat als wij. ...op een gegeven moment met z'n allen de, de 80, 90 bereiken... ...denk ik echt wel dat we nog steeds wel... Ik, ...ik denk dat er op een gegeven moment in bejaardentehuizen... ...echt wel een explosie aan computers gaat komen en zo. Omdat we, ja, wij zijn daar toch ons hele leven mee opgegroeid. Um, alleen dan krijgen we inderdaad natuurlijk... ...dat kids hebben dan weer hele spacende, gekke VR-tablets... ...weet ik veel, wat allemaal. En wij zo, ja, mag ik gewoon nog Windows alsjeblieft? <laughs> nee, bij ons... Bij onze grootouders zo dia-reportages bij ons van ja, stel je een PC samen. Oh, ja, maar right, <laughs> we soort van Candy Crush en VR spelen in het yeah. bejaarde thuis. Oh, wat nee, bro. Goed. Ik wil gewoon een Atari in het bejaarde thuis, bro. Floppy. Nou, geen bingo, maar Animal Crossing. Ja, ja toch? Ja, 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 ja. Ik wil oh, even naar een. Ik wil even naar een fragmentje van uh, Enzo Knol. Um, oh. Want die heeft, uh, die heeft iets gedaan. En dat zouden sommige mensen kunnen zien als een goede daad. Maar het is ook een beetje <laughs> nou ja, de, de vraag. Wat vind je ervan? Um, kijk even mee naar een stukje. Oh ja, trouwens, Enzo, please no striker. Um, kijk even naar uh, een stukje van de vlog van uh, Enzo Knol. Hallo! Oh ja, natuurlijk. Zou ik zelf selfie maken? Oh hey, hoe oud ben jij? 13. 13. Mag ik gisteren vasthouden wat je in je hand hebt? Ja. Is dat een vape? Ja. ja. Kijk, okay, nou, die uh, geven we niet meer terug. Oh, hoe oud ben jij? 14. Nee, oké, okay. nou dan houden we hem. Nee, doe het Nee, doe maar. Kijk Had je dat tientje nee, nog? Nee. Ja? Mag die? Nee. 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 Koop er maar iets anders nee. voor, maar geen veep, oké? Okay? Nee, ik moet mijn VIP achter. Nee, die ga ik niet teruggeven. Nee wel. Ik spring in die auto terug. <laughs> nee, waarom? Maar waarom? Wel een veepje. Hoe duur is die veep? 10 euro. Hier, 10 euro. Nee, ik moet mijn VIP achter. Nee, maar koop er iets anders voor? Nee, ik moet die VIP achter! Hebben. Je kan zo koop kom voor iedereen, iedereen de even een ijsje, doe okay. iets leuks. Het vaker, ik maar je moet terug. niet vapen. Ja, maar... het Is echt slecht, e man. Ik heb ook gerookt, ja. maar niet tot ik veertien was. Ja, maar ik moet de veep echt terug. Hebben. Nee, maar dat hoeft niet. Ja, maar, dat hoeft. maar waarom, waarom veep je? Ja, gewoon. Ik heb een nicotine nodig. Ja, nee, maar je bent 14. veertien. Ja. Ja. Dit is niet nodig. Neem alsjeblieft de Nee, tielen. ik moet echt. Ik moet echt. een ja. ja. nut. Oké. Okay. Nou, ik ja, wil, geen dief zijn, alsjeblieft. Maar please, je schiet er niks mee op, hè? Nee, ik. Ja, uh, en zo. Die dus zoiets heeft van. Uh, ik oh. pak die vape af van die 14-jarige. Groot gelijk. Ik heb nee, een Nico's nodig. Are you kidding me? Ja, en Gary, fuck. All my, all my is for losers. En ik geef hem groot gelijk. <laughs> <laughs> nee, ik geef hem groot gelijk. Ja, ja oké. Okay, maar hey, Gary, jij bent een volwassen de... man, hè? Dat is waar, dat is waar. Ja, als ze straks 18 zijn en de longen zijn naar de godverdomme, dan, uh, dan piepen ze wel anders, denk ja, ik. Ik. Denk, niet, ik denk niet dat hij dan maar beslissen dat ze dat niet mogen doen, natuurlijk. Maar, nou, wat ja, ze dus... doen is al illegaal, toch? Nou, ik weet niet of het illegaal is. Als je hem al ja. hebt, zeg maar. Het is meer, ja, ze, mogen, ze mogen ze niet kopen. Maar, of het, nee, de, de, mensen mogen het niet aan minderjarigen verkopen. Maar als ze eenmaal die vape hebben, dan is het niet voor hun verboden om eraan te lurken, zeg maar. Dat is van vroeger, als uh, je dan een biertje haalt voor een kindje. van uh, ik wil eerst eerst alcohol wat drinken. en dan haalt hij volwassen iemand voor een minder. Ja, dan is die volwassen persoon is dan strafbaar. en niet per se ja, ja. degene die het biertje drinkt. Ja. Maar uh, is die nou, ik bezig? Ik heb ook iets gelezen van een jongen van 18 in Amerika of zo. en die, zijn hele longen waren helemaal kapot, want hij had ook al was jarenlang aan het vapen en zo. Ik denk, ja, als je nog zo jong bent, uh, ja, het doe het sowieso je... gewoon niet. Neem geen voorbeeld van mij. Want er zijn er toch ook onderzoeken nu naar dat het toch gewoon nog slechter is. Ik was toevallig vandaag ook een stream aan het kijken. En dan is het, omdat je vaker die vape erbij pakt, krijg je dus vaker die rook dus in je longen. In plaats van dat je even een sigaretje pakt en daar ben je voor de komende uren weer oké. Okay. Je loopt op straat je het hebt en je loopt weer door. En over tien minuten doe je dat weer. Dat doe je met een sigaret natuurlijk wel. Minder, denk ik. Ik heb nooit gerookt. Dus ik heb het geen is ook een ander soort mechanisme of zo. Nee. Maar die longbeelden zijn echt eng. Die longbeelden zijn echt eng. Hm. Dat, is, ja, dat is echt verschrikkelijk die Iedereen Ja, ja rok ah, Zolang je je eigen longen niet ziet, dan vind je het ook niet eng. Maar het is nog steeds even kijken, want het wordt natuurlijk, die vape is natuurlijk oorspronkelijk soort van geïntroduceerd, ook deels als een mechanisme voor mensen om van het roken af te komen. Uh, is het, uh, gaan we er over een paar jaar achter komen dat het eigenlijk schadelijker is dan roken, denk je? Ik denk het wel. Daar zijn we wel al achter gekomen, denk ik. Als je de studies bekijkt over um, vaping-induced uh, lung disease, dat is allee, met roken heb je misschien last binnen 20, 25, 30 jaar. Als je geluk hebt, nooit. Je hebt ook altijd mensen die chain roken en er, er, er smoken oh ja. en daar nooit last van hebben. Um, maar uh, als je ziet dat 18, 19, 20-jarigen inderdaad op een longcapaciteit terechtkomen van dat zelfs de meest ernstige ast astmatische patiënt nog een betere longfunctie heeft dan jij, dat is wel heel triest. Hm. Ik, dus ik, ik was in ik denk Engeland dat het of... wel established is, dat het echt heel gevaarlijk kan zijn. Ik was dit jaar in Engeland en echt, daar is vape zo intens populair, dat is niet normaal. Ja. En dan zie je ook echt heel veel jongeren. Echt, dat je denkt van hoe oud ben je, 12, 13? Dat begon met zo'n ding. Dat was heel ja, ironisch. Liep, gingen we rijden. En dan had je een winkel, echt een veepwinkel. En daarnaast was een onderzoek tegen kanker, een, een winkel. Ik denk, ja, loop naar de buurman. Dan hoef je niet verder met onderzoek te brengen, <laughs> geloof ik. Maar wel echt, het was wel heel krom. Het was heel krom. Is het zo uh, dat die smaakjes uh, nu verboden zijn? Want er zijn al manieren om van het roken af te geraken. Er is medicatie voor. Je hebt tabacologen, dat zijn artsen die hebben omgeschoold om mensen te helpen om te stoppen met roken. Dus ik denk zo het hele verhaal van... Ah, die vapes, dat is om te helpen om te stoppen met roken. Ja, ik denk dat dat wel kort door de bocht is... maar dat is natuurlijk de grote selling point geweest. Hè? dat verkoopt heel goed. Dus ja, waarom zouden we daar dan mee stoppen? Ja, en het is natuurlijk uiteindelijk... je merkt dat, uh, dat vape is natuurlijk heel aantrekkelijk voor jongeren... omdat ja, smaakjes en uh, makkelijk. En, uh... Maar dat werd verboden toch, dacht ik, die smaakjes? Ja, ze hebben het verlengd. Het zou verboden worden. Ah. Nu is verlengd tot het, uh, ja, 1 januari of zo. Of 1 ah, ja, dat is voornemens. Ja. Ja, gaan zien. Ja, het is, wel ja. Een, het is wel een epidemie. Het is wel ja. echt Mij overal. Wat ik wel mooi vind aan het filmpje, is dat hij wel probeert. Om het bespreekbaar te maken. Het is niet zo dat hij zoiets heeft van. Ik ga je nu eens vertellen eh, wat je wel of niet mocht doen. En geeft ook de vape netjes terug op het einde. En want het meisje heeft duidelijk de keuze gemaakt: van... ik heb mijn nicotine nodig. Maar ik vind, ik vind het niet fout of zo dat hij daarop, haar, daarop heeft aangesproken. Ja, dat is... Ik denk als je een kind van 13, 14 ziet dat alcohol drinkt, dat je, dat je die daar eigenlijk ook op zou moeten aanspreken: van maar dat, dat is toch is geen goede niet zo? Excuus. Ik heb mijn nicotine nodig. Ik vind dat, ja. dat vind nee, ik oké, geen, maar geen manier, ik denk, geen ik denk dat het fout zou zijn geweest van hem als hij het niet had teruggegeven. Want dan ja, dan. Dan het is het gewoon diefstal. Wel, dan steelt je, hè? ja, inderdaad. Straks gestolen ja, van ja, papa of mama. Ja. Ja, iemand iemand zei dus ook: Maar ja, goed, als je het afpakt van een 14-jarige, is het dan diefstal? Ja. Ja. Ja, Ja, weet ja ja nog we, oh, wel feitelijk gezien wel spullen teruggeven nee geen <laughs> um, nee oké okay, ja feitelijk gezien wel maar ja, goed Je doet het in principe uh, op het moment dat die ouders naar je toe komen en tegen jou zeggen van yo uh, geef het even terug of zo dan sowieso een beetje als ouder dat je al fout bezig bent maar ja je kan toch en wel zeggen van yo de, het de, is... Hij is als ik de, de ouder vriend, van ook dat... een voorbeeld dus ik vond het op zich wel netjes dat hij dat op deze manier deed om een beetje bewustwording misschien ja, ja. ja, hij is toch een groot voorbeeld, voorbeeld uh, heeft hij toch wel? Maar stel, het zou je oh. eigen jong zijn, hè? het zou je eigen kind zijn. En die zou letterlijk van ja, en Enzo Knol heeft dit van me gejat. Dan zou ik ook zeggen: Ja, waarom heb je zoiets überhaupt? Dan, dan... Ja. Normale ja. ouders zouden dat zeggen, ja? <laughs> ja, wat wak. <laughs> nou, ja, ik, ik denk niet dat zij naar hun ouders gaan en zeggen: Van Enzo nee, Knol heeft het van me gejat. Die zou ook gewoon van voor dat ze ergens een nieuwe kunnen halen. Ja. En dan zetten ze op een snap je, uh, en zo'n knol heeft mij een vape ve gehad Dat. Ja. Ja, maar dat is, dat, dat is echt. Ik heb ooit eens een kind gehad van twee op spoed. Die had. Um, de Overveen. ouders hadden ze allemaal ja. verschillende vapes. <laughs> ja, maar die hadden dus allemaal verschillende vape staats liggen. En dat kind dacht. Ah, oh, cool. Mama en papa die, die nemen daar telkens strikjes van. Oh, uh, die heeft dat dan gepakt. Die, was aan, die, die had dan geprobeerd van aan ze zuigen of zo, maar dat lukte niet. En dan blijkbaar was hij in de schuif gegaan, waar ze al die smaakjes, of ik weet, ik weet niet juist hoe het werkt. En daar is ze hem dan van beginnen drinken. Oh. Dus, oh. <laughs> oh, oh. Ja, en ik had dan oh, oh. helemaal in paniek. Ja, uh. en als je dan die dat verhaal. Ik dacht, vak verhaalt... roken, ik drink nicotine gewoon. <laughs> Ja, zijn dus een, een shotje. Dus ...dingen die daar gebeuren, want die kinderen die zien dat natuurlijk, die, die snappen wel van, ah, dat is iets dat mama en papa doen, dus... En ja, dan kom je inderdaad in zo'n situaties terecht, dat is soms echt wel schrijnend, zo. Maar uh, even, had dit verhaal wel een goede afloop, uh, gelukkig? Ja, 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 gelukkig wel, dus dat wel. Maar uh, dat is toch schrikken voor die mensen, maar voor dat kind natuurlijk ook, mm. ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Uh, Enzo heeft nu in ieder geval gezegd dat als je minderjarig bent en je komt hem tegen op straat. dan uh, mag je je vape inruilen voor een tientje bij, uh, bij Enzo. Dus, uh, oh. dus dat nou, is. Uh, ja. En hij vindt gewoon dat, uh, dat mensen het niet moeten doen. Want uh, zeker niet op die leeftijd. Um, ook gelijk. Espen, uh, even over naar jou. Want uh, jij gaat. Uh, we hebben het er al wel eens eerder over gehad. maar nu is de site ook online. en gaat het echt concreet worden. Er is een datum: 4 november. Uh, Ademberg te Antwerpen. Um, dan is uh, de grootste Twitch Meetup van Vlaanderen, oftewel een Streamfest. Jawel. Ja. Cool. Fet. Ik wil het hierover hebben. Dat is nice. Nou ja, nee, ja ik dacht: uh, zet het even in het zonnetje. Ik bedoel, de site ziet er vet uit als je met je muis eroverheen gaat. Dan krijg je allemaal emote-explosies, zoals je hier nu kan zien. En uh, hier zie je ook oh. al een aantal uh, bevestigde streamers die erbij zijn. Ik zie dat Nessie er ook bij is. Um, <laughs> De dus... emotes zijn ook allemaal emotes van de bevestigde streamers. Dus iedere keer als een streamer mij een foto doorstuurt, is dus van oké, okay, smijt ik op de website en ga ik naar de channel een emote downloaden om die in de, de database erbij te zetten. Fijn. Dus dat is Tof. ook een, een leuk experiment. Vind ik leuk. Ja, Graag, het is. Uh, en ook oh, die Twitch Bio die is nagebouwd. Het dus, ja, de, de aantal volgers, uh, aantal kijkers is randomized. Maar de, de, hoe lang dat je live bent is eigenlijk gewoon een aftaalklok naar Streamfest en zo. Het is. Dus, dus, de, de website Builder heeft er zijn werk van gemaakt, dat is wel nice. Uh, maar inderdaad, ja, Twitch meetup, het is enkel ook maar dat. Uh, ik dat is ontstaan vorig jaar, hadden we onze eerste editie, omdat we allemaal een leuke meetup doen, maar niemand durfde het echt met de schrik van wat als er niemand komt opdagen. Maar als we het in groep doen, dan valt het niet op dat er niemand voor mij komt. Dus uh, is dat zo de illusie? Gewoon allemaal, wij voorzien een locatie, voorzien drank... We voorzien uh, randanimatie, racing sims, computers. Om um, op te gamen, anything you want. Uh, zelfs een prikkelarme ruimte voor de mensen die niet zo wat gevoelig gaan zijn. Het is it's fine. Je hebt ook een, pla een plaatsje. Uh, streamers van Vlaanderen, of ja, als Nederland er ook wel afkomen, dat is tot mij niet gelaten. Uh, dan Wij, zijn ge ja, Wij zijn ook welkom. Alsjeblieft. Wij zijn ook welkom. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het, het is, als je wilt een meetup organiseren met uw kijkers en je hebt nooit niet echt de kans gehad of het idee gehad, is dus, gewoon, you know, voilà daar. Je kunt dan aan je kijkers communiceren van ik ga daar zijn, wilde mij ontmoeten, ah, ik ben daar ook. Dat is basically it. Natuurlijk, België is niet zo groot qua, qua um, viewers, basically zoals Nederland natuurlijk, dus um, heb ik ook geen minimum gesteld aan viewers of zo voor op de website te staan. Er zijn veel streamers die zo schrik hebben van ja, maar ik ben maar een kleine streamer, moet ik mijn foto ook insturen? Fuck, who cares? Gestreamd, je, je behoort erbij. Dat is altijd iedereen mag op die website staan. En uh, uh, hoeveel, uh, in, in theorie, hoeveel uh, mensen kunnen er op de locatie maximaal naar binnen? In theorie 700 of 750. Oh, dus, dus dat zou nog wel eens. Uh, dus het, vorig het, jaar ja. hadden we 480, bijna 500. Ja, het was oh. echt superveel volk. Vorig jaar dat was wel tof. Dat was wel leuk. Ja, wel en leuk. het meest zenuwslopende daarvan is dat de meeste daarvan een ticket gekocht hebben in de laatste drie dagen voor het event. Ja, ja dat is echt... Je ziet dat dan zo like, mega fout lopen. Je denkt van, ah, dit is een failure. Deze gaat zo fout lopen. En dan de laatste die daar een Het is de 11 van die tickets. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, please, doe dat niet nog een keer, hè, guys. Je <laughs> Haal gewoon op tijd een kaartje. Ja, ja zie, net uh, zoals uh, op de website zit dat ticket nog niet. Kom, mee, zeg. Overigens, ik neem aan dat gewoon iedereen een kaartje moet kopen. Of je nou viewer bent of streamer. Iedereen moet gewoon een kaartje kopen. Ja, ja. iedereen gelijk voor de wetten. Uh, ja en dat is It's nou just, uh, allemaal zeer schappelijk 12 euro bij de bij ik mocht niet lager gaan van de locatie <laughs> nee maar ja maar 12 uh, euro is toch superschappelijk en ik neem aan dan, uh, dan uh, weet ik veel krijg je, je eerste drankje krijg je gratis of zo en dan betaal je zelf zoiets dat zal zoiets zijn er, er zijn sponsors die ook wel zo alleen we zijn nog allemaal in, ja in je bent al fantastiek maar er zou een zakje zijn en zo Allee, als dat goed loopt leuk um, maar ja nou ja, het is leuk. En ja, tof Christus. dat jullie dat organiseren en dat er, dat er wat gebeurt. En, um, En het is inderdaad gewoon allemaal hartstikke schappelijk, toch? 12 euro's netjes. Locatie is volgens mij goed geregeld. Wat je net op ja, de Arenberg is. De Arnhem is eigenlijk een heel bekende locatie. Vooral voor uh, shows, een theater en stand-up comedy. Omdat dat ook een heel grote zaal heeft met een podium en, en zitjes en zo. Maar daar gaat het niet zijn. Het gaat in de foyer zijn. Maar, um, de, 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 de show gaat, de ruimte gaat ook gebruikt worden. En ik word uit die room gesmeten, gast. Wat? Ja, ja, ja play ik, play weet, ik, mo ik moet iets anders gaan verzinnen. Ik weet niet waarom. Uh... Oh, Playbacken. Oh ja. Ik heb de mug voor mij. Nee, Playbacken zei ik. Ik heb dat ding van Daniel nodig. Die, uh... de, de elektrische vliegenmapper. Elektrische, ja, ja, ja. ja. Um, maar, uh, nee, ja, uh, tof. Um, ik ook? Ja, je moet ook weer terug. Ik heb ook uitgekleurd. <laughs> God, gedor, jongens. Echt. Moet betalen of niet? Ik snap ja, niet wat het. Uh... <laughs> Ik snap niet waarom. Betalen, ik ben er klaar voor. Hij wil me betaald, hoor, Vindt vind ik. Ik toch wel. <laughs> um, Oké, okay, dus Streamfest. Zaterdag 4.11. Dan uh, gaat het gebeuren. En het is van uh, ergens in de middag tot uh, 1 uur s'nachts, toch? Uh, yes. Uh, vorig jaar was het ook. Uh, er waren een paar streamers die zeggen van er moet toch een feestje achteraf komen. En dan hebben de. Toenmalig dachten we van, oh, dat wordt echt wel speciaal. Mensen gaan voor die meetup komen, niet per se voor een feestje. En dat feestje is dan echt zo extreem losgebroken dat we niet verwacht hadden. Dat was heel plezant, dus hebben we dat van het jaar opnieuw erin toegevoegd. De namiddag is uh, de meetup en s'avonds zijn er DJ's die komen draaien. Uh, Leuk. We moeten nog aankomen, welke DJ's, maar ze gaan waarschijnlijk van Twitch ook komen, dus. Leuk. Goed hoor. Nou ja, tof. Ja, ik. Uh... Ik vind het leuk dat dat soort dingen worden georganiseerd. En ik uh, zou inderdaad ook vooral Nederlandse streamers kijkers aanmoedigen. als je toch uh, niks te doen hebt. Uh, is volgens mij een hartstikke uh, leuk iets om even naartoe te gaan. Dus dat. En uh, Antwerpen is een mooie stad. Ja, maar ze willen spotlight alvast. Ja, ja, nee. Je hebt, uh, graag gedaan. Ik bedoel. Als uh, station hè? Dat. Um, dus uh, streamfest.be. Als je meer info wil, uh, zorg dan uh, uh, dat je erbij bent. Um, Even kijken. Um, oh ja, dit is nou misschien nog een soort van half medisch topic. Um, maar het is nu helemaal een hype uh, onder niet alleen influencers, maar ook onder uh, mensen die niet influencen. Uh, om uh, af te vallen met behulp van medicatie. Dus onder andere het middel Ozempik, wat blijkbaar volgens mij voor diabetespatiënten bedoeld is. Uh, dat wordt nu uh, massaal verhandeld en mensen nemen dat dan omdat ze daarvan afvallen. Uh, dat het werkt is volgens mij inmiddels wel duidelijk, maar uh, het zal natuurlijk niet geheel zonder risico's zijn om een diabetesmedicijn in je lichaam te stoppen terwijl je helemaal geen last hebt van diabetes. Lijkt mij. Maar um... nou, ik, ik vroeg dus laatst aan mijn huisarts van, uh, of ik er een soort van gebruik van mocht maken en ze zei gewoon letterlijk tegen mij: ja sorry, maar het is niet aan te slaan nu momenteel. Oh echt ja, het is, wel heftig, het is wel zo. Uh... Mensen dan ook met diabetes toch al niet een eigen ja. medicijnen kunnen krijgen? Ja, dat dus. En ze zegt tegen mij van ja, ik zou het heel graag willen voorschrijven. Alleen we hebben het gewoon niet. Oh. Het, is, het wordt gewoon het zo, zo, het zo groot brak. opgekocht door uh, ja, ja, mensen die, die het geld ervoor hebben. Laten we daar even mee beginnen, want het is nog best wel, best wel duur. Het is dus volgens mij duur. 130 of 140 per, uh, per prik. Zo'n so. ding zit maar één, één shot in. En dan moet je dan één keer in de week gebruiken. Uh, dus dan hoef je ook geen pillen meer te slikken. En dan wordt je suikerspiegel je, En hoe noem je dat? Je, je insuline en shit wordt dan gewoon geregeld. Maar het, wordt gewoon, het is gewoon niet aanslaan. Hm. Uh, ja, dus het is echt mega populair. Ja, dus een diabetes persoon die moet dus nu gewoon de pillen gebruiken. Heftig. Die allerlei bijwerkingen hebben en shit. In plaats van dat ze dan gewoon zeggen van... joh als jij geen diabetes hebt, want dat kan je medisch verklaren dan krijg je het gewoon niet. Heel simpel. Van, mocht je dit willen kopen of mocht je dit willen gebruiken, laat dan zien dat je vanuit de huisarts echt diabetes hebt. Dan ga ja. je het mogen kopen en anders niet. Maar zo werkt het niet, want ja, ja. het is en gewoon een, een, een verdienmodel voor de mensen die het verkopen. Ja. Ja. Maar ozempic ook in de diabeteswereld heeft ook een specifieke indicatie. Het is niet dat iedereen die diabetes heeft, dat die ozempic krijgen. Hè? Dus daar um, ga het ook een beetje vanaf. Eh, waar je ongeveer ziet, maar meestal start je met van pillen met verminen of zo. Dat geeft vet trouwens ook aan mensen die obesitas hebben met insulineresistentie. Um, en dan, als dat niet werkt, uh, of je hebt een diabetes type 1 bijvoorbeeld, dan krijg je insuline. Maar als je dus metabool syndroom hebt, dat wil dus zeggen dat je en zwaarlijvig zijt en uh, diabetes hebt en niet kan afvallen op traditionele manier, dan eh, komt je aanmerking voor ozempic en dat hangt dan ook allemaal af hè, van allemaal medische testen en zo die je moet ondergaan. Dus dat is niet zomaar klik gaan. Maar, maar hoe werkt het dan? Zeg maar, zorg je ervoor dat je minder eetlust hebt of uh, ja. dat? Ja, ja. Maar, dat, maar, dat, maar dat is eigenlijk de hele schmik van van insuline. Dus um, als je insuline beter gereguleerd is, is je hormoonhuishouding beter gereguleerd en gaat je daardoor minder um, uh, drangen hebben om te eten. Dus een, een, on een onderdrukt. Um, Hongergevoel, dat heb je ook met metformine. Dat is een medica medicament dat, dat, heel, allee, dat is overal beschikbaar en iedereen die insulineresistentie heeft, kan dat nemen. En je valt daarvan af, maar niet gigantisch veel. Wat Ozempic doet, is dat neemt gewoon dat hongergevoel voor een groot stuk volledig weg. Dus mensen, je hoort, allee, je hoort veel verhaal daarover, maar er zijn ook best wel veel studies over, dat je eigenlijk gewoon, als je niet verplicht zou worden om te eten, dan zouden eigenlijk. Dat niet doen, omdat je gewoon dat gevoel dat wordt gewoon weggenomen. En dat maakt dus het hele grote probleem met Ozempic, van het moment dat je daarmee stopt, dan komt alles weer terug. Ja. En dan heb je eigenlijk niks gedaan. Dus dat is een beetje. Eigenlijk een, een beetje naar de en ja, dat is een beetje het probleem met, met, met een quick fix, om het zo te zeggen. Als je levensstijl shit is en je hebt geen gezonde levensstijl, je gaat niet sporten, je, hebt geen goede, allee, je, weet, je weet niet wat de nutritional value van je eten is, dan kunt je zoveel spuiten als dat je wilt, maar dan gaat je voor de rest van je leven daaraan aan vasthangen. En dat heeft echt wel bijwerkingen. Dat... En mensen krijgen daar hoofdpijn van, mensen krijgen daar buikpijn van, ze worden er echt ziek van, kunnen eten zelfs bijna niet meer verdragen. Dus dat is niet zomaar even van. We gaan dat even snel doen en we vallen daarmee af. En, en klaar. Maar natuurlijk, dat zit zodanig in de. het is nu zo populair, zo in de media, gerepresenteerd, dat mensen dat ja, wel als last resort of misschien zelfs als een quick fix. Ik denk zelfs dat die quick, Eer, eerder een quick fix Maar dat is toch ook met een uh, maagverkleining. Dan gaan mensen dan ook een maagverkleining nemen. Dan leven ze daarna twee maanden gezond en daarna weer hetzelfde als wat ze vooraf. Gedaan ja, maar, maar dat komt je dus omdat je als, 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 als die maag ja, dat het is, gedaan is, dan gaat het beter. Maar als je nee. niet weet wat je eet, en als je niet sport, nee. en als je niet een gezonde levensstijl kunt implementeren in je leven, dan ga, dat gaat niet. dat niet. Daar word je alleen maar zieker van ook, ja. Dan ik alleen maar chips te eten hier. Mag. Mm -hmm. 80-20 regelen. Mm -hmm. Dan wel zeg maar 20% uh, chips en dan... Nee, andersom. Ik dacht dat je bedoelde 80% van die zak leeg. En dan 20% voor later vanavond bewaren. Ja, precies. Ja. Dan, dan nog een ja. Ja. Um, maar ja, goed, de, 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 inderdaad. Ik las ook al dat uh, heel veel Nederlandse BN'ers... Uh, die, uh, die uh, proberen dat nu ook uh, te bemachtigen, dat ozempik. Uh, en ik, er is ook nog een ander middel wat nu ook uh, een beetje de ronde doet. Maar het, het is allemaal... Ja, het werkt wel, maar at what cost is een beetje de vraag. Letterlijk ook, want het is echt super duur, hè? Ja. En je moet ook, ik denk, je begint met een lage dosering... en je moet telkens opdoseren... En dat proces is blijkbaar ook best wel belastend, maar ja, het fijne weet ik er niet van. Ik heb er niet zoveel studies over gelezen, maar ja, ik ben op dit nou, moment. Het, dus het schijnt al... is dat jou, jouw lichaam op het moment dat je elke keer een, een, een dosering neemt, jouw lichaam die gaat wennen aan de eerste dosering, mm. waardoor je dus een hogere dosering nodig hebt om hetzelfde te krijgen als voorheen. Dus je mm. gaat steeds meer moeten nemen. Ja. ja, het is, het is lastig. Hè? Gewicht en overgewicht is gewoon, dat is een probleem. En dat is super, ja, dat is super moeilijk om daarmee om te gaan. En zeker als je overgewicht hebt, dat is niet leuk. Ja. Um, maar ja. ja, maar genoeg hebben we er gewoon nog geen echte oplossing voor buiten een gezonde levensstijl. Ja, ja. nou ja, en het is uiteindelijk volgens mij ook even los van. Uh... Uh, dat sporten natuurlijk enorm helpt, maar het zit hem vooral in voeding, toch? Gewoon minder calorieën ja, ja. binnenkrijgen. 80% uh, ja. was de voeding, geloof ik. Yeah. Hmm. Um, er is een streamer op Kick en die heeft het wereldrecord verbroken voor langste stream zonder slapen. Hoe lang uh, denken jullie? Uh, hoeveel uur denk je dat hij dat voor elkaar heeft gekregen, langste stream zonder slapen? 75. 72 uur denk ik. Nee, ik, ja, ik denk ook 60, 65. 164 nee, langer, denk ik. uur non-stop oh. gestreamd zonder de te slapen. Dat is toch niet gezond? Bedoel. Nee. December, dus... We kijken ook over van slaap te koop. Ja, die heeft een hele goede dealer, denk ik, als buurman. Ja, sowieso, die zit. Uh... Ja, ik vraag me af of hij dat ja. inderdaad dat een terug gaat. Maar dat, ja, dingen als nee, Ritalin en zo kunnen er natuurlijk wel bij helpen. Dat is echt Ik cool. nee, respect hoor. Toch? Ja, daar wordt, reinigd, daar wordt het lang toch iets crazy van, niet? Dat, ik kan me niet voorstellen dat hij daar niks van overhoudt. De is steltjes gaan ze toch? Afsterven dan, wat de fuck? Ja. ja no Noorse, Noorse koffie doet wonderen. Ja, het is bijna zeven dagen is het uh, zonder slaap wat hij uiteindelijk heeft wow. aangetikt. Ja, dat. Ja, Hele week ja, maar ik ben misschien 18 uur wakker en ik heb nou al zoiets van... nou, ik wil wel weer terug naar mijn nest, maar... Maar, maar was het een soort subaton dan of iets? Of hoe, uh, was het een challenge? Gewoon, gewoon een algemeen challenge of zo? Um, ja, zoiets. Het was een, nee, het was een subaton inderdaad. Uh, oh, oh, okay. Een subaton en dan gewoon uh, had hij ge... Ja. Oh. Maar heeft hij zo ook niet van die power naps of zo gedaan? Gewoon even de ogen sluiten of zo? Dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat uh, uh, mijn radiocollega Giel Belen heeft ooit ook zo'n marathon gedaan. Die heeft 198 uur aangetikt. Maar dan oh. was de... Um, de regel was toen... dat hij voor ieder uur wakker... Uh, vijf minuten slaap opbouwde, zeg maar. Dus dan kon hij oh. die... Kon hij, dat was gewoon een soort van... had van tevoren met medisch professionals overlegd... en die zeiden van nou, dat, dat moet je doen... Uh, en, en daardoor spaarde hij dat dan op en dan kon hij iedere keer zeg maar even power nappen. Maar ik weet nog dat um, hij was dat toen uh, aan het doen dat record. En een vriend van mij die, uh, die ging toen met hem uh, co-hosten. En ik zat toen naar die uitzending te kijken. Nou, nah, en hij was op een gegeven moment, hij was, wel, hij was wel daar en hij was wel aan het praten. Maar hij was eigenlijk helemaal niet aanwezig. Hij was een soort van... Compleet. Compleet. Ja, van de kaart een beetje. Van de kaart. in België. Welke... Hier in België hebben we de record voor de uh, longest uh, stream. Of longest playing of een RPG game. Dat is wel heel specifiek een RPG game. En dat staat op 54 uur. En dat werkt wow. ook op hetzelfde systeem van je mag uh, pauzes uh, op, verzamelen. Dus per uur krijg je zoveel minuten en dan na. De eerste 12 uur krijg je al een uur dat je kunt even pitten en dan terug eraan beginnen. 54 uh. is niet veel hoor, 54. Nee, het is op zich wel wat te doen, RPG? maar het originele record, uh, record stond ook maar op 30 uur of zo. Dus oh. die had zoiets van, ja, ik kan dit this. was natuurlijk met een sponsor, want als je de Guinness Book of Records daarbij haalt, uh, betaal je gigantische kosten aan, ja, ja. aan die ja, official ja. die daar moest zijn. Wat is dan een notaris of zo? belachelijk duur om die te laten langskomen, omdat er vast te stellen van, oké, okay, dit klopt wat ik gedaan hebt. Maar uh, wel tof, hè? Ja. ja, wat? Welke game was dat? Die 54 uur weet je dat nog? Uh, Assassin's Creed Valhalla. Okay. Niet, niet zijn eerste keuze. Uh, ik denk dat het oorspronkelijk bedoeld was om melding te zijn, maar er waren zowel issues met licensing en zo, dus uh, hebben ze er maar van half gemaakt. En ik pleurde eruit. Ja. ja, sorry. Oh, hij komt er weer in of niet? Gaat er best... Je hoort erin oh ja, in slagen. ja, automatisch. Nee, er ging automatisch hey. meer zonder hey, goed. Sorry, ik probeer hier even een uh, bescheiden moord te plegen. Maar uh, het wilde nog niet helemaal ja, lukken. Ik, ik probeer het ook elke keer, maar... <laughs> ja. zou jullie dat ooit doen? Voor te slapen of zo? Ik zou dat echt nooit doen. Nee. Dat is <laughs> heerlijk. Dat. <laughs> ja, sorry, Face, Maar die dingen, die dingen die jij hebt, dat helpt niet, man. Jawel, kijk dan, ik heb hem een beetje geslagen al. Zo ah, zo het het met... classic, hoor. Dat is wel een classic, classic hoor. Classic, ja. hoor. Ja, die ja, van ja. mij is uh, gewoon. Uh... Die, is niet, die is niet milieuvriendelijk gedaan. Die is ja. AA. Nee. Die is AA. Ik wil, wil zo'n een, een, een geweer die zout afschiet naar die vliegen zo. Nee, nee. <laughs> uh. ah, joh, het is echt. De, de, de hangt een, zeg maar aan mijn raam hangt een bordje van welkom. En die muggen zien dat. Lopen ja. kan niet <laughs> anders. Ik loop van de vet deze kant ja, op. <laughs> hier, vers bloed, vers bloed. Hier. Maar goed, we zijn het er allemaal wel over eens. Dus uh, dat uh, dit soort omgaan uh, leuk, uh, ja, uh, leuk voor de subs misschien. Maar uh, vooral niet doen, want uh, je gaat er gewoon kapot. Ja, Denk ja. aan je gezondheid. Ja. Gewoon niet doen, klaar. De ja, hersenceljes. Ja. Um, dan uh, apart verhaal. Um, Danny Masterson, hij is een acteur en hij speelde onder andere in Dead 70s Show. Um, oh ja. Als je zijn gezicht ziet, dan denk je wel waarschijnlijk: oh ja, die guy. Uh, die is nu dus veroordeeld voor 30 jaar cel voor twee verkrachtingen. Um, oh. En het erge is dat um, Mila Kunis en Ashton Kutcher... die met hem in That s Show speelden... Uh, die hadden nog uh, allebei een, een soort van supportbrief voor hem geschreven. Zo van, uh, joh, uh, we hebben altijd uh, leuk met hem gewerkt, hij is een goede guy. Uh, en die hebben nu vandaag ook een uh, gezamenlijk statement naar buiten gebracht van... Uh, joh, Hé, hey, uh, wij wisten ook niet hoe heftig het was. En uh, sorry dat wij ooit die brief hebben geschreven, want uh, hij is een motherfucker. Filmpje was al cringe hoor, die apology video. Ja, dat deed me een, een beetje, beetje denken aan de heel kleine Jamie Vaas-apology video ja, toen. Die, uh, ja. so met na, nou Ashton deed het nog wel heel natuurlijk, maar zij was gewoon een script aan het oplezen voor mijn gevoel. Ze was echt naar een teleprompter aan het kijken had ik het ja. idee of zo. Dat is niet best. Nee. Mediatraining of mediatraining. Eh. Wat er ontbreekt. Nou, in ieder geval weten we wel wie de betere acteur is van de twee. Maar, uh, um, ja. Maar die Danny Masters, het is toch raar? Want je bent mega populair. Je hebt alles wat je hartje maar begeert. Waarschijnlijk heb je ook niet te klagen over vrouwelijke aandacht. Want, uh, joh, uh, je, je bent gewoon een populaire acteur op, op televisie en iedereen kent je. En dan toch. Um, Beland je in een situatie waar je door. uiteindelijk werd hij door drie vrouwen van verkrachting beschuldigd, waarvan er dus twee uh, geacht uh, bewezen zijn. Ik dat denk vond, dat dat dan. meer een, een psychologisch probleem is dan een. Alleen, je had toch al de kans bij anderen. Dat, dat zal wel dieper zitten dan dat. Ja, zou dat uh, het dan zijn, inderdaad, dat je gewoon. Je uh, dan een macht. Uh, ja, een, macht, zeg, een stukje macht zijn. Ja. Dat denk ik ook. Misschien, misschien toch maar, ook met Thijs ja. Reumer en B en dat soort situaties. Dat stukje macht ik misschien dek, of zo. Misschien? Ja, maar ik, ik, ik denk dat het in dit geval was van joh. Ik, ik kan die meiden niet krijgen, dus ik ga het maar gewoon doen. Want wie de fuck denken jullie dat jullie zijn? Dat. Niemand gaat jullie geloven. En dat ja. was wel. Als, als je het verhaal hoort, zoals jij het hebt opgebouwd, was het ook zo. De twee mensen die mij mee in die show speelden, geloofden het ook niet. Ik bedoel, ik denk dat dat, dat, dat er wel voor zorgt dat het heel moeilijk is, denk ik, om. Daar in eerste instantie vooruit te komen, want dat is zo'n grote persoon. Hè? Ja, daar wat ook nog meespeelde is dat uh, hij en die twee dames ook uh, zaten allemaal bij uh, Scientology. En uh, de, de kerk van oh Scientology heeft natuurlijk ook nog heel erg precies dit tegen die vrouwen gezegd: van joh, je hebt dit allemaal verzonnen en uh, ga niet uh, mm. tegen een van onze belangrijkste leden dit soort uh, onzinverhalen ophangen, want uh, dat komt je duur te staan. Hm. Dus ja, het is, Ik vind haar verschrikkelijk. Ja. ja, het is heel naar. Ja, daar valt ook verder niet heel veel over te zeggen, maar het is gewoon. Uh, het, over, het enige wat wel. Uh, um, bedoel, terecht overigens hoor, maar er wordt natuurlijk vaak. Um, uh, het is een behoorlijk zware straf voor het vergrijp. Want als je gaat kijken en je gaat een beetje vergelijken, wat we in Nederland natuurlijk ook graag doen. Uh, er zijn mensen voor wat veel... Uh, er zijn mensen, zeg maar, hebben lichtere straffen gekregen... voor dingen die we met z'n allen uh, erger uh, vinden. Uh, alhoewel het natuurlijk altijd lastig is om te meten wat is erger. Want dit is natuurlijk ook wel geluk. Maar, maar 30 jaar voor verkrachting is best wel veel. Die vrouw leeft daar ja. heel erg liever mee. Ja. Ja, ja, dat is wel de Ja, zeker, ja. She a life sentence, hè? Ja. Nee, maar oh, ik, ik bedoel ook meer idee. gewoon in relatie tot zeg maar, straffen... die meestal worden uitgedeeld, mm. weet je wel? Hier in Nederland krijg je 14 maanden voor, weet ik weet veel kinderporno of zo. I don't know. Iemand doodsteken. Je ook nou, ja, dat bedoel ik. Nou ja. dat, dat, zeg maar. Dat, ja. dat, Er zijn gewoon mensen met kinderporno zijn zeg maar met lagere straffen weggekomen dan, dan dit zeg maar. Dat vind ik. Dan, uh, dat, dat is apart. Dan, dan een plofkraak, bijvoorbeeld. Ja, allemaal ja. Ja, ja, plofkraak, goed, ik ja. Maar weet je ook niet wat de omstandigheden waren of zo. Hè? We weten, Sorry man, ik, ik al... vind een kinderporno ja. toch erger dan een plofkraak. 100%, ik vind alles erger dan een plofkaak. Kijk, gewoon, dat zijn gewoon zakenmannen, weet je, die doen wat ze moeten. Nee. Ja, maar dat is Victimless zo. crime, man, pak die bank. Oh, dat is echt een hele dat operatie, dat is echt bizar. Sorry wat? Dat is echt Mission Impossible, ik heb zo'n documentaire niet gezien. waarin dat ze daar uitlegden hoe dat ze dat allemaal deden en zo. Die plofkraken. En, ja, dat is echt bizar. Ja, en ik moet ah, ja. toch ook wel zeggen. Nu we toch inderdaad. Weet je wel. Vlaanderen voor vers... zijn. Kijk, Nederland is er wel de koning in. Hè? Het is wel. Het is ons, <laughs> ons exportproduct is dit. Pak je niet af. je niet. Utrecht, you. jongen. De stad van de plofkraken. <laughs> so. ik benieuwd, ik ja, dat is wel waar, <laughs> Dat is wel. Waar, <laughs> so. he. Jullie hebben plofkraken. Wij hebben pedels. <laughs> 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 nou, dat is toch liever plofkraken, kan ik je vertellen. Ja, ja exact. exact. <laughs> uh. ja. Nee, maar als je, als je naar nou hier kijkt. Hè, ik heb het even gegoogeld, natuurlijk. Van. Uh, uh, voor een verkrachting heb je in Nederland gemiddeld krijg je een straf van 36 maanden. Pff, dat is toch niks. Dat is echt niks. Dat is nog niks. Nee. Ja, nee, oh, dat, dat is relatief. Dit dan uh, dan beter die uh, 30 jaar van die Danny Masterson. Ja. Ja. Ja, Als het yes. inderdaad bewezen kan worden. Want in heel veel gevallen. Je hebt ook van die vrouwen die ze zeggen: van ja, ik kan gewoon keihard geld van je aftroffen op deze ja, manier. Ja, maar maar jaren later. Jaren ja, later. Ja. Het moet Want, wel. Was dat niet met zo'n profvoetballer of zo? Onlangs. Ik weet niet meer juist. Hoe dat het in elkaar zat. Oh. Dat was ook een voetballer of zo. Die werd er ook van beticht dat hij vrouwen had um, verkregen. En die, uh, dat was dan heel proces of zo. Die heeft dan superveel shit over zich heen gekregen en uiteindelijk bleek dat dat toch zocht niks Mandy? waard, van, allee, waard van was, Ballen maar ik weet Mandy? echt niet meer nee, niet. over wie het ging. Ben je min Mandy of niet? Dat zou kunnen. Ja, ik kunnen, ik heb geen dat? naam meer zeggen, ik weet het echt niet. Maar dat was, hey, was dat niet, niet zo lang Was dat niet laatst Hakimi, waar je het over hebt? Ja, maar dat was wel, be, was dat, dat was wel bewezen. hè? Volgens mij niet. Nee. Voetballers en rare dingen nee. doen is ook een... Uh, een uh... Dat weet <laughs> Gevleugelde combo. Ik, ik dacht van Hakimi dat er wel waarheid in zat. Maar ik weet niet. Alleen, ik weet ook niet exact. Alleen, ik was er Op mee Mandy uit. was het 14 juli. Dat is de meest recente, denk, dacht ik. Ja, dat zou kunnen dat hij daar was. Ja. Maar ik ben niet zo goed in voetbalnamen onthouden. Nee, maar ik weet wel dat er iets. <laughs> ik weet dat ze kunnen trappen, maar meer niet. Ik <laughs> um, Er is een Japans bedrijf. Een voedselfabrikant. En die komen nu met uh, speciale uh, cup noodles voor gamers. Um, en het, uh, worden, het gaat gamer noodles, gaat het heten, maar wat is nou de twist? Er zit natuurlijk cafeïne in, dus je hebt ja. dan noodles met cafeïne, uh, speciaal voor gamers. Oh, Japanners jongen, echt. Ja, Spoon, we wel. Noodles wel lekker. Noodles wel lekker. Met cafeïne ook hè? Wat de fuck? En... Ja. Je ja. hebt water met cafeïne, staat ook al natuurlijk. Ja, die water, joe, water, water. joe ja. Oh, ja. ja als je gaat open, je vindt zin. het lekker, ja, waarom niet toch? ja, ja maar. Het niet heel vreemd, niet niet ernstig of zo dit. Ik heb dat als je er echt zo reliant op gaat worden, dan is het zo, ja zwakjes of zo, ik weet niet. Ik slaap ja, gewoon ik, goed, is ook belangrijk. Ja, ja. <laughs> ja ik, ik drink geen koffie, maar dit zou een oplossing zijn misschien. Nee hoor, ik ben, ben al niet ook fit, of het een, of een probleem is dat ik geen koffie ja, drink, ja, ja, nee nee nee, maar gewoon als je wat energie nodig hebt, ja prima. En en het gaat gewoon zijn dat we zo eerder gezonde maaltijden of zo verslimen. Ja, dat ze toch altijd zeggen dat wij een sedentair vak hebben, dat we alleen maar zitten, weinig bewegen. En ons dan nog eens vol proppen met cafeïne. Misschien uh, moeten ze eens nadenken oh. om dan wat nutritionele dingen <laughs> op te te zetten voor ons. Uiteraard oh, het is ook uh, de, het, het cupje noedels uh, is ook uh, zeg maar in RGB vorm uh, vormgegeven. Natuurlijk. <laughs> Tuurlijk, anders <laughs> is het niet bloem, bloem, Oh my god. Ja. Hou op hoor. Ja, Bloemkool, cocktailsaus gaat ook niet verkopen voor gamers. Zolang uh, <laughs> ja, Enzo mijn noedels niet afpakt, vind ik het goed. <laughs> <laughs> ik oh nee, nee ik heb mijn noedels ja, nodig. Ik heb mijn noedels nodig. Hier is een tientje. Fuck oh, ik mijn, ja, ja, heb mijn koffie nodig. Een tientje, tientje, prima. Hier heb je een tientje, koop broccoli ofzo. Wat ga je deze shit eten? Ik heb Ik ga groente kopen. Kunt ja. er zo oh. nog wat poeder van, van een of ander ander poeiermerk nog bij, bij doen? Om nog wat extra energie te krijgen? <laughs> nou, een enorme hoeveelheid cafeïne is gevaarlijk. De uh, Prime Energy van, uh, van KSI en uh, Logan Paul uh, is natuurlijk ook um, verboden in bepaalde landen. Volgens mij hier in Nederland mag het ook niet verkocht worden omdat er te veel nee, cafeïne hier is. zit. in Nederland is al uit de schappen gehaald. Het was volgens mij gelijk aan 10 kopjes koffie of zo. Jeetje. Ja. Zo. Ik denk nog nooit, maar zo zou ik ook wel zo'n subatom kunnen doen, denk ik. Espen gaat aan de red bull. Ja, het is disgusting ja, ja, ja. dat iedereen zo afhankelijk beetje, is van beetje cafeïne. Een <laughs> beetje voor energie, sla voor okay. slapen gaan, cafeïne. Ja, dan ja, zeg ik wel met twee, uh, twee kopjes koffie, dan begin ik al te trillen van... Fuck. <laughs> nee. Ja, amateur. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb nog wel een andere vraag voor jullie. En dat is de vraag, want... Um, uh, de, je zou het niet zeggen als je uh, de temperaturen aanvoelt. Maar de zomer loopt weer op zijn eind. We gaan uiteindelijk richting de herfst. Uh, en uiteindelijk uh, komt dan ook weer de wintertijd van stal. Oh, maar yeah. um, moet de wintertijd niet gewoon worden afgeschaft? Dat verzetten van die op. klok. Ja, het is allemaal ja. ja. onzin. Het Meeggen is allemaal hoor. Het is zomertijd en zomer. Het is alleen maar voor iemand die een ritme heeft, toch? Nee, dat is, dat is gewoon voor mensen met uh, die vroege kaarsen gebruikt. Dat is nou niet meer nodig. We ik, snap, niet meer ik snap mee. wat je zegt, uh, Espe. Dat, dat zomertijd de afwijkende tijd is. Maar kijk, het is natuurlijk wel fijn dat het langer ligt en zo. Moeten we niet gewoon permanent op die zomertijd blijven? Ja. Je m'en fout. mag m'en gelijk. zijn welke tijd. Als ik maar op negen stream. Bij welke wordt het om drie uur s'nachts licht? Want dat is gewoon afschuwelijk. Dat doen we niet aan. Dus dan kiezen we in welke we blijven hangen. Ja, dat is Estland, dat, dat, dat is iets anders. Ik, ja. Ja. Land. Nee, maar hier wordt het ook om vier uur s'nachts wordt het ook al licht buiten, zeg maar. Dan beginnen de vogeltjes al en dan heb je echt zoiets van nou, Jezus. bij ons, bij mij slapen ze hoor. Oh nee, hier niet. Hier, ja, hier echt leuk. niet. Ze hebben er geen cafeïne bij ons. Het ja, zijn jouw vogels, jou vogels hè, Fins. Ja, 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 dat is het. Ja, maar, maar, maar er zijn gewoon nee, landen nee, die er helemaal niet om. aan doen. Hè. Die, ver, die verzetten de klok niet en die, die denken gewoon de tijd is de tijd en uh, doen het hun moeilijk. Ja. ja, prima toch? Gewoon afschaffen, heel prima. Ja, ik er heb er leven. altijd zo last van. Hè? Nou, de wintertijd ja. vond dan nog wel mee, maar de zomertijd. Ja, met de, met de heel de week van m'n propos. Want ja. dan moet je, zeg maar, je knopje. Ja. Maar je kan niet, je heel kan niet terug. terug daar, ja. Ja. Heel lang terug. Heel En Dan ben je drie keer. minuten. Oké, okay, ik ga weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja, weer terug. Ik ja. 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 kan niet ja. terug. Shit. Ah, het is uh. wel heel ouderwets, hoor. dat mag inmiddels wel gewoon afgeschaft worden. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar het gaat er gebeuren. Jawel, nee. uiteindelijk. Ja? Die discussie dat is het wel... toch echt al jaren. Nee, we gaan op de snelweg staan. <laughs> we we dat weekend van de wintertijd. Ja, nee, 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 de A12 is al bezet, inkels, dus dan moeten we een andere snelweg kiezen. Dan pakken we de A4. Als jullie maar wegblijven bij de A2, vind ik alles prima. Oh, we pakken de A2 hoor ik. A2, ja, A2, ja. Ja. A2. Ja. Doe, maar, doe maar A2 bij Den Bos. Het niet weekend van de wintertijd. Ja. En ook, ook een oh, uur afspreken, dat iedereen op een ander uur toekomt zo. Ik dacht dat drie uur was, maar het is al. Wacht, nee. <laughs> Als we dan om één uur zijn, dan kunnen we wel een uur langer staken. Want dan gaat de tijd natuurlijk. Ja, dat is goed, dat is een goede. Wat, wat was eigenlijk oh, überhaupt de hele invoer van die tijd? Van de kaars, heb ik net gehoord. Ja, ja. Voor, om uh, kaarsen ja, te dat... besparen, ja. Echt? Zo ja, oh, ouderwets is het dus. Oh jee, we hebben toch geen kaarsen meer? Allemaal e elektronisch. Ja. Zitten we hier allemaal bij ja. de onze met je Elektronische vader. kaarsen. Ja, batterijen, erin is ja, het was ook van die dingen van de action. Met batterijen. <laughs> energiebesparing. Ja, die, 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 die goed. <laughs> ik heb nog wel een dingetje. Want um, de afgelopen tijd hebben we het veel gehad over Kik. En al die grote streamers die overstappen naar Kik. Uh, <toss> die is natuurlijk betrokken bij dat uh, platform. En uh, de bedragen liggen er niet om. Hè? XQC 100 miljoen. Die 50 miljoen. Die uh, nog 20 miljoen. Nu zegt TrainRex. Nou. Er wordt ook wel een klein beetje gelogen over al die verschillende bedragen die er betaald zijn. I think the main problem right now is. You know, obviously, it's it's good for media attention and it's good for uh, free advertising. But I think the numbers people are saying they're getting is really fucking up negotiations for other creators, right? Whether it be mid or large creators, right? Obviously, small creators, we work toward uh, discoverability models and you know fair features that pay them out, you know, what they deserve. And you know, there's even some small creators who we get behind um, in terms of deals and stuff. But some of these numbers people are saying, bro, I don't even know. Like it's just like it's good advertising, but it's fucking up a lot of other negotiations. <laughs> you know what I'm saying? Because everyone's thinking, well, how did he get this? I'm I'm three times his size. It's like he didn't get that. You know, he got one tenth of that. Whoa, 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 what do you mean? Like, okay, you want one? You want three times the one tenth yeah he says he got? <laughs> it's just like everyone thinks that everyone's getting. Ik heb een main plan ja, bij right now is. Dus hij zegt, uh, hij zegt van ja, er worden bedragen rondgesmeten. Maar dat zijn niet echt de bedragen die daadwerkelijk betaald uh, zijn. Hij heeft geen greenscreen volgens mij. Nee, nee, hij zit. Uh, dat, nee, hij hij wel, zit volgens mij zit hij in Canada. Mooi hoor. Nice. Ja, hij heeft een lekker stekkie, ja. Maar ja, dat uh, is natuurlijk allemaal betaald van het geld van uh, mensen die zichzelf helemaal de verdoemenis in hebben gegokt. Sorry. Ik ben toevallig ja, ja. vorige week ging voor het eerst naar Kick toe: Gewoon even om te kijken, maar het gok mij echt niet. Ik vond het helemaal niks. En waarom dan? Vanwege nee? de creators of voor het platform? Of? Ja, ik weet niet. De uitstraling of zo? Ik heb ook wel wat creators gekeken en dat. trok me gewoon helemaal niet. Ik weet het niet. Maar misschien omdat het natuurlijk nog een beta is. Hè? Het moet nog allemaal opkomend worden en zo. Ik weet ook niet hoeveel. Zijn er veel Nederlanders die er echt naartoe gaan dan? Niet All veel, beta. maar er zijn er een paar. Er nee, ja? zijn er wel okay. een ja. Maar ja, de bedragen, ja. Ik, ik weet ook niet. Is het waar? Is het niet waar? Nou, ik denk dat er wel degelijk wat wordt aangedikt, natuurlijk. Dat bedra bedrag van XQC, die 100 miljoen, is inmiddels ook al wel bevestigd. Dat dat is zeg maar het meest gunstige scenario. Als hij al zijn bonussen haalt, en bla, bla bla, dan zou het ooit een keer 100 miljoen kunnen worden. Maar waarschijnlijk is het natuurlijk slechts een fractie daarvan. Uh, en afgeronde boven. Ja. Ah. Hm. ja. Ja, ik vind dat zo raar. Dan denk ik, waarom, allee, waarom moet je daar dan over liegen of zo? Ik denk op een bepaald moment heb je toch zoveel geld dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of er nu een nulletje meer of minder achter staat. Of is dat gewoon omdat ik arm ben en dat ik me dat niet kan voorstellen of zo. Maar <laughs> ik denk als je zoveel geld hebt, wat, wat maakt dat uit? Dan ja, ik vind dat heel gek. Ik denk Hallo, dat het meestal Nou ja, dat niet alleen. Ik denk als jij er een nulletje achter verzint, dat je dan een soort van voor de rest interessanter lijkt om jezelf gewoon. Hmm. Te laten zien van, yo, ik heb zoveel gekregen, want ik ben relevant. En als je dat nulletje weghaalt, dan denken ze van, wie is deze op shitty? Uh, allemaal gaan. Ja. Maar het is, allee, ik wil, dan moet je toch al een klein ego hebben of zo. Ik bedoel, je zegt, excuse you, right? Je, je weet toch dat je influential bent, dan Ja, Het is ook, ook hoop... een beetje stoerdoenerij inderdaad, ja. 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 Nou, nou ja, goed. Um, dus dat mensen dat, dat het was denk ik ook een beetje een soort waarschuwing van. joh, streamers, besef je dat uh, niets is wat het lijkt en uh, je mag ook al best blij zijn als je een miljoen krijgt, zeg maar. Um, dan was er een, een tijd geleden was in één keer de game Only Up helemaal hype op uh, Twitch. Iedereen speelde dat, zo'n soort ultra moeilijke game waar je naar boven moest springen. Alleen de developer uh, was een gozer in zijn eentje die dat had gemaakt. Uh, hij had al een beetje wat gezeik gekregen, omdat hij ook wat uh, 3D-modellen had gejat van andere games en zo. Nou, dat had hij uiteindelijk wel gefixt. Maar nu was hij al het gezeik en al het gedoe, was hij zo zat, hij heeft de game permanent van Steam afgehaald. Ik zag het Ja, dat het toevallig vandaag op. Uh... Ja, je kan het gewoon niet meer spelen nu, als je het nog niet hebt. Ah. Oh, ja, oh. Dat is gelijk Flappy Bird opnieuw. Uh... Ja, ja, precies, inderdaad. Ja. Zo. Ik heb echt gevloekt met die game, hè? Ja, ja. dan was ik zo ver en ik dan ging die glitchen en dan was ik weer helemaal beneden. Toen heb ik ik weet, voor het aantal mensen die dat gekocht hebben, lijkt het me, ik like, don't know, het, is, het, het, het lijkt me een beetje overdreven om het zo hard aan te trekken dat een, dat een honderdste daarvan gaat klagen over de developer of zo. Ik weet niet van waar dat hem wordt lastig van of hoe erg die uh, het, het, het zich aantrekt van oh nee, ik krijg gezeik, maar. Je hebt een succesvol product op een platform waar dat ja, 99% fucking toxic is. Dus, allee, ja. Het lijkt me een heel raar fenomeen om te zijn. Ja. Nee, ik wil het nou, niet meer. Allee, misschien al. is hij bezig met een deel 2. Is gewoon stunt. Dat kan ook. Dat zou <laughs> slim zijn. Dat ja, nee, zou slim zijn, ja. ja. We zijn terug, jongens. Of remastered. <laughs> maar ja... Ja, ik vond het ook een raar verhaal. Ik heb ook een beetje proberen te zoeken van wat is nou precies de reden. Maar hij, hij wilde er niet heel erg over uitweiden. Behalve, joh, uh, te veel gezeik en het is te groot geworden. En uh, ik haal het er vanaf. Zo was echt heel raar, ja, inderdaad. Je bent toch trots op je game? Ja, dat is toch een beetje het doel ja. van... Ja, als je een game developed. Je ja. wilt dat iedereen het speelt. Nou, dat is gelukt. Maar dan moet het wel echt heel serieus zijn om het helemaal... Van Steam aftalen. En begon dus bij die models en die had hij dus gekregen, Ja, ik je, denk Daniel, dus ik denk dat het misschien toch wel was dat hij best wel veel modellen en dingen gejat had. En dat hij misschien, ja, misschien de dreiging van uh, uh, rechtszaken of zo, weet je wel, dat andere partijen geld wilden Al zien. Dat hij ja? Dacht, ja. Had ja, hij ja hij in zijn eentje. eentje hè? Dat, dat is het nadeel van in je eentje werken. Je kan, je kan niet alles modelleren of zelf of, of, of maken en dan gewoon alles ja, nodig. Je hoeft niet alles zelf te maken en alles zelf te doen als je in je eentje zit. Maar um, daar, dat wil ook niet zeggen dat je er niet voor moet betalen, natuurlijk. Nee, daar zit het zo, verschil zo. natuurlijk nee, he. aan. Ja. Er nee, zijn genoeg zo. websites die assets voorzien, die zelfs code voorzien voor dingen te doen werken. Um, ja, dat is allemaal mogelijk, de maar de Oh, hij verdient ook met die game, dus Kon hij dat misschien daarna ja, kopen of exact. kreeg hij dat hebben opgelost dan, ja. Het lijkt me perfect mogelijk dat hij inderdaad iets voelde aankomen van oh als mensen dit gaan ontdekken dan hang ik eraan voor alles wat ik verdien zo he? heb. Het zou echt. Kunnen, hij, ja. Hem, ja, zou best kunnen. Dan gaat hij zelf natuurlijk niet naar buiten brengen dat nieuws? Met Undertale was ook weer één persoon gemaakt, uh, Toby zo? Fox. Toby Fox oh? heeft wat hier en daar wat hulp in Tammy Temmie heeft zo wat art gedaan, dacht ik of zo. Maar algemeen was Toby Fox, de drive. Achter heel die game. Nou, en hoe heette die andere game? Die, uh, dat je boer was. Uh, oh. Die de, 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 Van bovenaf, een beetje zelda zag eruit. En het ging over een farm runnen. Stardew Valley. Stardew Valley was ook zo'n oh, succesverhaal okay. van één developer, volgens mij. Oh, wat goed. Ja. ja Iemand zei in de chat net: Only Down. Dat vond ik wel leuk. Only Down. <laughs> ja, <laughs> dat was een problematische is. titel, denk ik dan. Ja. <laughs> Ja, nou, en um, um, ik weet niet of jullie dat uh, mee hebben gekregen, maar een van de meest, uh, volgens mij is het de meest gewishliste game op Steam ooit. Um, die is uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld, maar nu komt die eind eindelijk over, uh, even kijken, tien dagen. Uh, Party Animals. Ja, Party Animals. En er was dit Klopt. weekend was er ook al een, um, een, uh, een beta. Ik geloof dat er dit weekend ja. een beta was en volgend weekend nog een keer. En Klopt, ja. Uh, Nou ja, dat. Je hebt gespeeld. Ik dat heb hem gespeeld. Ik heb de game gezien, ja. Ik heb ik wil echt zo hard gelachen. Ik heb, ik heb het nu al denk ik acht uur gespeeld of zo. Of negen uur. Die maar zes, diertjes, zes mappen. Ja, ik heb me echt kapot gelachen. Je wordt zo boos op je anderen. Maar het is echt hilarisch. Ik hou maar echt van zo'n Het is, het het is teamwork <laughs> of, of tegen elkaar nou, je kan, je, Er zijn verschillende uh, maps zijn er. En het, je hebt... Nu was er dan uh, drie van die knock-off fases. Dus dat je elkaar eraf af moet rammen met koekenpannen, tennisrackets, bommen en weet ik het allemaal, noem maar op. En dan heb je <laughs> een soort Rocket League-achtige map, dat je voetbal moet spelen tegen elkaar. En je hebt hockey en iets met dat je snoepjes moest verzamelen, zeg maar. Dat zijn dan je punten. En dat heb je dan, had je dan dit weekend en volgend weekend komen er weer wat mappen vrij. En dan die weken na komen ze alle twintig erop. Maar je Als kan dus nu ook al... Is het een Rage game of is het echt een.? Ja, wel, wel, ja, ja, of een Fall Guys, guys idee ook wel. Maar... Ja, 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 ja. Het is een Het wordt ook wel een beetje een ja. Het is wel een beetje. als wat ik nu heb gezien, is dat je ook een soort battle pass hebt. Dus daar zit waarschijnlijk het verdienmodel ook in. En ja. dat je de skins kan kopen, dat soort dingen allemaal. Maar die verdien je dus ook weer in de game. Net zoals met. het oh, een level systeem en weer en zo. Ja, ja dat ja. heb je dus oh, ja. wel. Maar ja, ik heb echt, ik heb echt ik heb, ik heb gezweet hier. Zelfs met, met airco op standje 16 graden. Echt, ik had het zo warm. Het was zo nog. grappig. <laughs> ja, ik heb het er nog warm van, van vanochtend. Nee, het, het is echt hilarisch. Het is echt, uh, ik heb echt zin in dat die game... Uh, ja, nou, gewoon helemaal uitkomt. Het ja, Het is echt heel leuk. Het, ja, ja, het ziet er ook heel leuk uit. <laughs> ja, het ja. ja, leuk. Het ja, ze hadden toen... Nice uh, ze hadden die game toen... Uh, en het is volgens mij alweer twee of drie jaar geleden... Uh, toen hadden ze een, uh, een, uh, een demo op Steam gezet. En toen zeiden ze van... joh, als je dit leuk ja. vindt, wishlist het... en dan komt het over een paar maanden. Maar toen zijn ze zo enorm veel gewishlist... en is het uh, zo ontploft dat de studio eigenlijk uh, heeft gezegd van... Uh, joh, misschien moeten we deze game veel groter aanpakken... en het ook op consoles releasen... en een Battle Pass maken en bla, bla, bla. En daar hebben ze uiteindelijk echt heel lang voor nodig gehad. Dus het is maar uitgesteld en uitgesteld. En ik geloof dat... Uh, Tussen inderdaad die, 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 um, dat demo weekend, dat eerste demo weekend en nu zit bijna drie jaar. Uh, dus het is ja, echt debiel. Uh, ja, ja, ja. De ja want you? het was volgens mij early 2023 zou het uitkomen en nu is het natuurlijk al september. Ja. Het staat dus, ook echt uh, twee jaar in mijn wishlist al. zo. Ja. Wow. Ja. ja, echt heel tof. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb me daar echt mee, uh, mee vermaakt het weekend. Nou ja, mooi. Kost game P? 18 kost euro of zo. Het is niet duur. Ja, 18 okay. euro. Ik heb het net gezegd. Ja. En als je volgens mij nu al de game koopt, dacht ik, dan kan je dus volgende week ook de beta weer spelen. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, wordt, de mij wel. Duurder, wordt de game duurder als hij uitkomt, denk je? Of, of ik denk dat die hij gewoon 18 het... euro is. Ja. Maar ik weet het doe niet. Hoe ze, ze wel eens goedkoop maken en als het uiteindelijk het spel uitkomt, dat ze ja. dan hop, 25 op. Okay. Ja, dat ja, op het was het het wel tof, want ik had wat codes ook om weg te geven. Was tof. Een ja, leuk spel, ja, oké. Okay. Nou ja, laten we hem afronden voor deze week, um, Melania. Wat uh, gaat er bij jou de komende tijd uh, allemaal uh, gebeuren? Je bent, neem ik aan, ook even aan het bijkomen van het hele uh, avontuur. Uh, ja, het was uh, ik ben twee maanden weg geweest. Ik had ook uh, 'im Cologne' mijn trip naar Griekenland, Roemenië, dus ik ben net een paar dagen terug. Maar ja, dinsdag ga ik weer naar uh, Malta voor drie weken, dus. Uh, Morgen even pakken en even een beetje werken. En dan uh, drie weken Malta. Maar voor uh, business of uh, vakantie? Ja. Uh, yeah. Nee, het is gewoon werk. Um, ik werk bij ESL. En uh, ik zal uh, de lead player manager zijn voor uh, ESL Pro League Malta. Cool. Nou, veel plezier daar. Malta is ook een leuke plek Thank om you. te zitten. zeker. Um, Appie, wat uh, ga jij doen de komende tijd? Uh, zo min mogelijk, man en zoveel mogelijk tijd. Je hebt gelijk. Ja, man. Ik uh, ga even een paar dagen vrij nemen, denk ik, en kijken of ik een beetje op vakantie kan of zo ergens. Ja, dat, uh, dat heb je wel verdiend <laughs> uh, na zoveel taxi rijden. Dus, uh... <laughs> zo bro. Aardig wat kilometers in mijn voeten zitten hoor. Ja. Nou, lekker. Nou, dus uh, ook wat minder live de komende tijd waarschijnlijk. Ja, even uh, of misschien juist. Gewoon vanaf daar live. Cool. Ik hoor uh, dat ik ergens in Portugal heen ga van hard gaan, denk ik. In deze dagen, weet niet. Mm -hmm. Lady Taito, wat uh, ga jij allemaal uh, doen de komende tijd? Uh, lekker afkoelen, want het wordt kouder. Yay. Heerlijk. <laughs> Verder, uh, lekker... ik, ik ben momenteel met een playthrough van Pikmin 4 bezig. Lekker cozy. Uh, en Palia uh, ben ik ook aan het spelen. En ik zit te twijfelen of ik of Baldur's Gate ga oppakken... Of Starfield. Maar ik denk dat ik dat gewoon ga vragen. op de community Gate. wat ze willen Starfield. zien. Starfield. Baldur's Gate. Kom on. <laughs> Starfield komt er niet aan toe. Hey. Ik vraag het aan mijn community. Dat, dat, die laat ik kiezen. De community fight, <laughs> ja. maar kan vatten. Ja. Ik wil ze toch allebei spelen. Dus dan mogen uh, ze kiezen welke eerst. Dus dat, uh, dat is een beetje wat je bij mij kan verwachten. En oh ja. En mijn eltje is laatst elf geworden. En daar gaan we ook binnenkort weer even een EME voor inplannen. Dus uh, ask me anything about my pet. Ik heb een, ja, oh ja. Ja. een kerkelsje ja. eilje Echt allemaal. mooi ook. Ja, echt een mooie. Maar niet, niet in de buurt, denk ik. Nee, 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 nee. nee, oh. nee. Ik, ik zit zelf in een appartementje. Hij zit bij mijn ouders in de achtertuin, waar hij een groot foyer heeft, waar hij zijn vleugeltjes lekker kan strekken. Um, ja, ik heb ook echt geen foto bij de hand. Ja, op mijn, op mijn mobiel. Maar... Lijken niet alle kerkuilen op elkaar? Ik nou. <laughs> ja, enigszins, maar er zitten toch wel verschillen hoor. Maar... En is, deze, is deze gechipt ook? Nee, hij is niet gechipperd, hij is wel geringd. Okay. Je kan hem ja. wel chippen, dat wordt wel gedaan. Ja. Oh, echt? Oh, wow. Ja, ja, ja. Maar ja, op mijn stream is altijd een, een camera die in zijn foyer zit. Dus je kan hem 9 van de 10 keer wel even, even zien. Dus, en binnenkort gewoon lekker op het grote scherm. Dus ja. Uh, yeah. Cool. Um, nou, uh, twitch.tv slash Jill? Um, er komt dinsdag weer een of andere nieuwe Sims-aankondiging aan. Dus die ga ik dinsdag sowieso even kijken met de community. Ik ben vorige week toegelaten tot het EA Creator Network. Dus dat is echt heel tof. Dus daar ga ik uh, even over nadenken en ik dat ga vieren. Dus was wel heel tof dat ik daar uh, ben aan toegelaten. En uh, Party Animals volgend weekend weer. En uh, V Farm, denk ik. En klussen thuis, want we gaan ook de trap nog schilderen. Lekker druk. Je blijft lekker druk. Lekker bezig. bezig. Ja. Lekker bezig dus het thuis. wordt lekker druk de komende weken. Maar uh, ja, nee, heel tof. Um, cool, Nessie. Um, ik ben bezig met de voorbereidingen voor uh, een streamproject. Dat ik op, in de eerste week van oktober ga doen. Um, dat heet Bosklasse. Dat is eigenlijk iets dat wij in België heel veel doen: een schoolreisje. Dat deden we elk jaar uh, in de lagere school. Um, en we willen dat gevoel zo wat terugbrengen. Dus het is. Dus, een hele onderneming, maar we gaan een hele week lang live en er komen heel veel verschillende creators, zowel van België als Nederland, om mee allerlei toffe coole opdrachten en zo te doen. Dus ik zit uh, in een heel creatieve brainstorm de voorbije weken en de komende weken, want er moet nog heel veel gebeuren. Maar ik ben super excited en uh, daar ga ik heel veel mee bezig zijn en tussendoor nog streamen. En de laatste weken op mijn werk, um, want ja, dan ben ik ook afgestudeerd en zo. Het zijn best wel veel dingen zo tegelijkertijd. Oh, dan moet je ergens anders naartoe uiteindelijk. Ja, dus ik, uh, uh, ik, ben, ik ben afgestudeerd uh, 29 september. Dus dat is mijn allerlaatste dag. Um, en dan ga ik een aantal vervangingen doen hier en daar. Voordat ik uh, uiteindelijk in april naar uh, Duitsland ga emigreren om daar te werken. Uh, maar het is wel spannend. Er zijn wel veel dingen die gaan veranderen. Dus ik kijk er wel naar uit. Oké, okay, maar waarom naar Duitsland? Nou ja, goed. Dat is eigenlijk niet uh, een vraag voor nu. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Waarom naar Duitsland emigreren dan? Ja. Um, ik, ik ben het Belgische systeem een beetje beu. En ik wil graag iets avontuurlijk. En mijn vriend komt dan toevallig van Duitsland. Dus ik dacht: oké. Okay, Let's go. Dan gaan we gewoon een nieuwe uitdaging aan en daar naartoe. Ja. Vet. Um, Twitch.tv slash um, Gary. Yes. Ik, uh, ik ga voornamelijk uh, IRL-content knallen. Ik heb, je ziet hem hierboven. Ik heb een IRL-tas nog tot het uh, einde van deze maand. Shout out, Luke Tap. En ik ga heel veel uh, yeah, irl uh, Pompen, leuke dingen doen. Zijn er nog mensen trouwens hier, streamers, mensen in de chat die denken: Ik heb echt iets vets. DM, en. ik wil je wat laten zien. Ik sta open voor alles. DM staat open. Gewoon lekker uh, leuke uh, uh, content uh, maken. Um, dus ik doe laatste tijd ook wel eens ochtendstreams. Dan denken mensen van, ja, jij zit toch altijd in de avond. Ik heb echt van de week gewoon om acht uur live gegaan en dat soort uh, dingen. En mensen dachten van, gaat alles goed? Ja hoor, heb je wel geslapen? Ja hoor. Hmm. Ik wou dus, je net uh, vragen bro, ben je ziek? <laughs> ja, ja. Ja, 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 maar het is echt heel leuk. Wel, ik denk van ja, ik doe eens een keer een, uh, een ochtendstream. En dat ging echt uh, fucking nice. Noedels met kaffee eten. Lekker aan de Red Bull. Graffine <laughs> noedels, Red Bull, alles erbij. Caffeine-noedels. Uh, dus nee. Uh, dat is het eigenlijk. En uh, Free pay. Dankjewel, jongens. Espe, uh, Espe? Uh, ik ga vooral de dagen aftellen. Tot ze donderdag mijn Airco installeren. Oef. Uh, <laughs> en daarnaast gewoon wat streamen. Ik vraag mij wel af. Ga ik kunnen streamen terwijl ze hier achter dat aan het installeren zijn? Wordt dat leuk of niet? En anders ga ik ergens buiten moeten gaan streamen, dus we zien wel. Cool, nou inderdaad. Ik ben jaloers op je, je airco, dat sowieso. Uh, Vincent. <laughs> ik kan hem afzeggen. Daniel, Daniel oh. vraag mij dan toch een keer terug voor de, voor de talkshow. En dan ga ik gelijk K klein hier zitten met een trui. Nee. Een volle <laughs> winter outfit. Uh, ja, ja oké. Okay, nou ja, dat, uh, we gaan het meemaken. Uh, en succes met uh, Streamfest. Streamfest.be. Vincent. Nou, het wordt wel spannend, want vrijdag ga ik met mijn band optreden. Het is wel een oh. besloten feest, maar uh, met een doedelzak erbij. Ik speel zelf drums. En uh, ja, het is, denk ik, drieënhalf jaar geleden dat ik voor het laatst nog heb opgetreden. Dus dat uh, het is wel heel spannend. En ik moet even kijken of we dan gaan streamen. Want misschien dat ik ook gewoon meerdere camera's neerzet en dan met multicam multi gewoon zeg maar vanuit hier dan een soort van livestream. Dat ik zelf kan schakelen, maar dat misschien leuk als het echt live live is dus dan uh, moet ik even kijken wat leuk is en of het allemaal lukt en of de verbinding uh, stabiel is en zo dus, uh, ja en wat gamen Starfield was ik mee bezig Pasmofobia, uh, een beetje de standaard spellen ja maar uh, vooral uh, kijken of ik dat kan streamen dat ik een soort kan optreden voor ook uh, het publiek dat lijkt me echt wel tof dus uh, ja. ja kijken of vrijdag lukt cool nou ja, thanks allemaal voor het meedoen weer deze week. Ik vond het gezellig. Um, laten we inderdaad hopen dat het een beetje afkoelt. Uh, dat we met z'n allen weer een beetje wat actiever kunnen worden. Uh, en uh, voor nu wil ik graag mijn gasten van deze week bedanken. Melania, Appy Taxi, Lady Taito, Jillike, Nessiru, Gary Miller, SPBA en DaVinci Style Games. Uh, Talkshow is er uh, volgende week weer. Uh, tot die tijd, uh, nou, kijk gezellig naar al deze uh, leuke streamers. Um, en uh, dank voor het kijken. Tot de volgende. En doeg. Daag. Doeg.